Ik heb twee boeken geselecteerd. Political Order and Political Decay van Francis Fukuyama. Controversieel figuur, maar tegelijkertijd een schrijver van standaardwerken. Ik hou van dit soort auteurs. Dat hebben jullie inmiddels wel door naar aanleiding van de boekenlijst. En er zit hem iets in de waarde die dit soort auteurs geven aan standaard overzicht. Omdat ik niet per se denk dat het super interessant is om nou de meest recente, super specialistische publicatie te lezen over hoe Pruisen in elkaar zat. Ik denk juist dat de grote greep en het overzicht en wat het te zeggen heeft aan ons over het functioneren van de Europese Unie bijvoorbeeld, dat het eigenlijk veel interessanter is voor ons. Ja, het is natuurlijk generalistisch, hè? Dus een specifiek soort literatuur. Dit is ook alweer wat jaren oud. Het zijn twee boeken. Ja, als je het leuk vond, dan zou ik de andere bundel zeker ook lezen. Sowieso aanmoedigen om die twee encyclopedieën tot je te nemen. Maar dat is meer een aanmoediging. Dit is wel echt eigenlijk een must-read voor een bestuurskundige die geïnteresseerd is in geschiedenis. En vanuit de geschiedenis ook wil leren kijken naar het heden. Het is geschreven door Wagenaar, Kerkhoff en Rutgers. En Pieter Wagenaar is een collega van mij hier in de VU. Dus een erudiet boek. Ik moet wel zeggen dat het behoorlijk taai is. Dus je moet soms echt even doorbijten als hij de geschiedenis van de centralisatie van de politie bespreekt. Of wat nou precies de patrimoniale staatsstructuur was. Maar dat laat onverlet dat het in de basis is een heel degelijk geschiedenisboek. En ik denk dat dat ook heel mooi is om helemaal te bestuderen. Dat gaan we niet doen. We gaan het laatste hoofdstuk bespreken en zelfs alleen maar in delen. En dat gaat eigenlijk over hoe de decentrale eenheidsstaat in Nederland opkomt vanuit de 19e eeuw. Eigenlijk de nachtwakerstaat transformeert in de decentrale eenheidsstaat die dan net na de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn beslag krijgt. En dat is ook wel een ontwikkeling die genoemd wordt die van nachtwakerstaat naar waarborgstaat via de halte verzorgingstaat. Ja, nachtwakerstaat, nou, zal ik zo nog uit de doeken doen, dat is echt de kern. De oerstaat in Nederland, zoals we hem vanaf het begin van de 19e eeuw zien. En de waarborgstaat, dat is eigenlijk weer de uitgeklede verzorgingstaat. Nou, we zijn hier vandaag op Prinsjesdag. En ik weet niet of het jullie ook is opgevallen vandaag tijdens de presentatie eigenlijk van de Rijksbegroting. Maar het idee dat we niet meer in een verzorgingstaat zouden leven, ja, dat is wel echt aan de wil gehangen. Het gaat echt over bestaanszekerheid, over het steunen van de armen. Armen gedefinieerd als mensen die per maand €1573 te besteden hebben, geloof ik. Dus dat is ook nog een brede definitie van armoede, zou je kunnen zeggen. Zo rijk zijn de armen nergens ter wereld. Maar je moet wel denken natuurlijk in wat je te besteden hebt. En Nederland is ook een duur land, dus dat is ook nog niet eens zo heel veel geld. Nou, misschien heeft iemand van jullie nog een andere observatie over die Prinsjesdag. Behalve dan misschien mooie kleding van Het is wel interessant hoe D66 heel erg de nadruk legt op kleding en franje en presentatie. Wat natuurlijk ook hoort bij het ritueel van Prinsjesdag. En de meer strenge SP'ers bij de inhoud blijven. En niet mee willen doen met die franje. En dat, daar heb ik dan zeker ook wel een zwak voor. Hoewel ik het ook wel leuk vond om de mensen met hun hoedjes te bekijken. Maar je ziet dat ook de politieke interpretatie van wat het nou precies is wel verschilt. Hè? Moet je maar eens over nadenken. Het is ook de vraag wat de koning nou precies voor betekenis heeft in ons bestel. Ook die rol wordt in deze tekst besproken. Dat is ook een van de grote veranderingen in bestuurlijk politiek Nederland tussen eigenlijk vooral 1848 en het begin van de tijd van Willem-Alexander. De koning is zelf ook helemaal symbolisch geworden, alleen maar kleding en lintjes knippen. De facto wordt hij wel geïnformeerd over allerlei beleidsbeslissingen. Maar wat zijn echte macht is, dat weten we eigenlijk niet. Nou, misschien dat we in de komende maanden ook rond de formaties wel weer de koning een beetje gaan missen. Hè? Want vroeger was een koning of een koningin ook formateur. En die kon dan, als het ware, staande boven de partijen ook proberen om mensen die het niet met elkaar konden vinden te verenigen. Nou weten we van het koninkrijk ook wel dat er een lichte voorkeur is voor een bepaald soort politieke partijen. En dat andere meer naar kritiek en populisme neigende partijen niet zo in de smaak vallen bij het koninklijk huis. Dus het is maar de vraag of de koning een neutrale formateur zou kunnen zijn geweest in november. Maar
ja, op dat soort momenten missen we denk ik ook wel een koning die nog meer is dan alleen symboliek. He, er zijn wel redenen om te denken dat iemand die boven de partijen staat en boven de besturen, dat hij de boel wel bij elkaar kan houden als er echt enorme verschuivingen zijn. Dus we zijn ook wel denk ik iets kwijt. Maar we zijn ook heel veel macht van koningen kwijt, lezen we vandaag in de teksten, die we liever kwijt zijn dan rijk. Dat hebben jullie hopelijk ook gelezen. Echt voordat Thorbecke in Nederland de constitutie definitief modern maakt in 1848. Trouwens al wel voorbereid in die decennia daarvoor, maar niettemin zijn naam is toch wel verbonden met 1848. In die tijd daarvoor zien we wel dat de koning gewoon echt mensen aanstelt, zeker in de Eerste Kamer. En dat betekende dat er ook in Nederland veel vriendjespolitiek was. Uit de tekst van duizend jaren bestuur, duizend jaar openbaar bestuur in Nederland, kun je ook opmaken dat eigenlijk tot diep in de 19e eeuw wij een vrij bestuurlijk gesproken elitair land waren en waar het volkomen kansloos was om carrière te maken in het openbaar bestuur als je geen vriendjes of familie had. En dat speelde dus tot op het niveau van de koning. Dus je moest echt de notabelen kennen, wilde je belangrijke bestuursposities hebben. Dus dat was ver na Thorbecke. Nou, de koning was wel de spits van dat Hollandse ancien regime, hè, zouden we kunnen zeggen. Nou, daar zijn we vanaf. Maar ik weet niet of dat alleen maar goed nieuws is. Dat gaan we vandaag bespreken. Dus onder andere aan de hand van deze twee teksten. En nog een klein stukje tekst van Abraham Kuyper. Nou, die heb ik geselecteerd omdat Abraham Kuyper de stichter is van deze universiteit. In 1880 heeft hij de Vrije Universiteit opgericht. Dit is een biografie van hem die ik met veel smaak heb gelezen. Van Jeroen Koch. Ook heel kritisch op Kuyper. Dus het is zeker geen hagiografie. Ik heb bijvoorbeeld ook net de biografie van Musk uit van Isaac Walter Isaacson, en dat is een hagiografie, hè? Net als die van Steve Jobs. Dus hij bejubelt Steve Jobs. Steve Jobs wordt op een schild gegeven, en dat is ook fantastisch om te lezen als je interesse hebt in tech en macht. Maar is het totaal anders? Dit is echt een ander kaliber boek. En ik haal het aan omdat je misschien wat meer over Kuyper wil lezen. In ieder geval hebben jullie vandaag iets geproefd van Kuyper zelf, want toen hij de universiteit oprichtte waar wij nu zijn, toen sprak hij een reden uit, en die reden, soevereiniteit in eigen kring. Daar heb ik 3 pagina's uit geselecteerd die je kunt lezen. Nogmaals om even te proeven wat die man deed. En het idee van de oprichting van de VU was eigenlijk dat de moderniteit, in de zin van het proces van emancipatie, liberalisering, verdere marktwerking, verdere centralisatie, verdere nationalisatie en bureaucratisering, hij was eigenlijk nogal huiverig bij dat idee. Hij vond dat de staat en de markt op afstand moesten blijven van het kerngezin en de kerkelijke gemeenschap. Wij gebruiken die woorden tenminste, behalve dan een bepaalde bubbels, eigenlijk niet meer. Maar we kunnen ons iets voorstellen bij zijn wereldbeeld in de zin van, bepaalt de staat en de markt nu alles wat ik doe, hoeveel uren ik werk, wat ik interessant vind, moet vinden, wat ik kan doen, hoe ik me kan ontwikkelen. Of is er eigenlijk ook nog een heel groot rijk voor mijzelf alleen? Ja, en daar gaat eigenlijk die tekst ook over. Er zijn verschillende kringen en die hebben hun eigen logica. En die logica is een andere dan die van de staat en een andere dan die van de markt. En die logica verdedigde hij. En hij zei daarom ook, er moet eigenlijk een ander type universiteit in Nederland komen waar je nog kan nadenken over de moderniteit zelf in een kritische zin. Nou, de christenen hebben dat in Nederland van oudsher opgepakt. Hè. Dat is dus ook logisch. De islamitische tradities in Nederland komen pas eind 20e eeuw op, hè, door de migratie. Dus het is logisch dat die in die tijd nog niet meedoen. Maar wat belangrijk is dat het ook een religieus geïnspireerd denker is. Die eigenlijk zegt van, moeten de burgers niet zelf meer beslissen over hun leven? En dat is wel heel interessant als je terugdenkt, omdat aan het eind van de 19e eeuw Kuyper leeft, dan kun je ook moeilijk zeggen dat de staat nou zo invloedrijk is. Ja? In 2023 is de staat pas echt groot en invloedrijk. Dus het geeft wel te denken dat hij toen al sceptisch was. Ik denk ook wel dat het interessant is om wat van hem te lezen, om te voelen hoe men toen nadacht over politiek-bestuurlijke structuren. In het katholicisme en in het protestantisme is er een oud enthousiasme eigenlijk om dingen te organiseren bij de mensen zelf en minder in abstracte organisaties. Dus
Vandaar ook de van oudsher wat meer skepsis naar, behalve centralisering, ook federalisering, bijvoorbeeld op niveau van de EU. Terwijl bij de liberalen en de sociaaldemocraten is die skepsis op een andere manier aanwezig. Hè? Dus de liberalen denken natuurlijk van oudsher, ja, bemoei je ook niet met mij, want ik wil mijn eigen leven inrichten. Dus dat is een overeenkomst met hoe de christelijke politici denken. En de sociaaldemocraten die willen eigenlijk een grote staat die opkomt voor iedereen en die gelijkheid realiseert. Het interessante is dat die 19e eeuw grosso modo liberaal is. Hè? Dus het is een laissez-faire tijdperk waarin notabelen de dienst uitmaken in Nederland, ook in de bestuurlijke regionen. En de sociaaldemocratie en de christendemocratie komen echt pas later op. Dus Nederland is eigenlijk bijna de hele 19e eeuw een behoorlijk liberaal land. Ook Thorbecke is nog een, ja, liberaal. Dus die zou zich niet thuis voelen bij de VVD van Rutte of Gilles Geuts, even voor de duidelijkheid. Maar klassiek liberalisme in Nederland bestaat, dus de 19e eeuw is eigenlijk een heel liberale eeuw. Tot de 20e eeuw begint eigenlijk meer christelijk-democratisch en wordt dan sociaal-democratisch. Ja, en nu zitten we weer in een fase van, eigenlijk sinds Fortuyn, die moeilijk te duiden is, waar verschillende etiketten op te plakken zijn. Maar een ervan is bijvoorbeeld dat het autocratischer wordt, dat individueel leiderschap belangrijker wordt. Een andere is dat de spanning tussen internationalisering en nationalisering terug is. Nou, we zullen zien hoe zich dat de komende jaren ontvouwt. We gaan geen speculeren. We gaan niet speculeren over de toekomst, maar het is dus wel echt een andere fase, denk ik, dan waar we in de 19e eeuw in zaten. Toch, ik heb deze tekst voorgeschreven omdat je vooral kunt zien hoeveel continuïteit er eigenlijk is tussen de eerste staatsvormen aan het begin van de 19e eeuw en waar we nu in zitten. Oké, dus we begonnen deze collegereeks met een veel abstracter vraagstuk. Wat is wetenschap en hoe kunnen wij als bestuurskundigen wetenschap vertalen? Wat leert de filosofie ons daarover? Wanneer iemand met een beleidsrapport of een model naar je toe komt rond stikstof, migratie, AI, you name it. Hoe kijk je dan ook als bestuurskundige naar wetenschap? Nou, we hebben wat besproken over het standaardmodel. Dus vanuit het standaardmodel geredeneerd beschrijft de wetenschap eenvoudigweg de waarheid. En is er geen ruis tussen de waarneming van de feiten via methode in een theoretisch kader, is in principe ongeblokkeerd en onproblematisch. Daar is ook een kritiek op te leveren. Het zogenaamde paradigma-model is daar een kritiek voorbeeld van. Je hebt een ander model nog als voorbeeld, bijvoorbeeld Karl Popper. Dat heb ik niet besproken, dat is ook nu niet relevant. Maar eigenlijk, wanneer je als bestuurskundige kijkt naar wetenschap, zou je al die vier ingrediënten altijd mee kunnen nemen. Dus als iemand met een wetenschappelijke argumentatie komt, bestudeer de feiten, bestudeer de methode, bestudeer de theorie. Is iemand feminist? Is iemand van de principaal agenttheorie? Is iemand van een bepaald christelijke opvatting van wetenschap? Kijkt iemand heel kwalitatief of heel kwantitatief, dus meer antropologische theorievorming of meer statistische theorievorming? En uiteindelijk kijk je ook naar wat is eigenlijk iemands paradigma? En dat is nog weer overstijgend aan een theorie. Een voorbeeld daarvan is het New Public Management. En een paradigma is een ander, kun je vertalen met een soort uitgangspunt, een tot uitgangspunt verheven denkkader eigenlijk. Nou, in het standaardbeeld van wetenschap wordt heel streng gemarkeerd tussen wat wetenschap echt is en wat pseudowetenschap is. In het paradigma-model zeggen wij dat is helemaal niet zo heel duidelijk. Er zijn allerlei takken van wetenschap die niet zo streng zijn, maar die wel een plek hebben aan zowel de universiteit als aan toch min of meer academische instellingen binnen de Nederlandse overheid, zoals de WER of het Rathenau of RIVM. Dus de strenge opvatting van wetenschap, geen wetenschap, ja, daar is empirisch gesproken van alles over te zeggen. Dingen als macht, geld, bij wie je gestudeerd hebt zelf, waar je wilt publiceren, spelen een enorme rol. En daarom moet je ook bij wetenschapsfilosofische vragen eigenlijk altijd nadenken over, ja, wat is het ideaalbeeld en wat is de realiteit? En zeker als bestuurders die zich laten informeren door wetenschappers, moet ook altijd daarover nadenken. Hoe lopen de hazen? Dus niet alleen kijken naar feiten, methode, theorie en paradigma, maar ook dus die kanten van het paradigma die eigenlijk behoorlijk irrationeel zijn. Nou, we hebben daar recent een voorbeeld van aan de haak gehad, hè, met die Netflix-professor aan de UvA, die ook nu op non-actief is gesteld, omdat mensen daar vragen over stelden. Dat gebeurt dan vaak aan de kant van de journalistiek. Oké, we hebben in die wetenschapsfilosofische delen ook gesproken over verschil tussen erklären en verstehen. Dat kun je ook als bestuurskundige interpreteren. Dus als wetenschapper is het bijvoorbeeld typisch verschil tussen
ja, maak je een algoritmische analyse van kunstwerken van Van Gogh om bepaalde patronen te maken. Of de versteensanalyse, waarbij ook bijvoorbeeld zijn brieven aan Theo gaat lezen. En ook kijkt wat waren de intenties van Vincent toen hij deze schilderijen maakte. Wat beroerde hem? Wat ging er om in zijn ziel? En dat zijn allemaal hele grote zware woorden, maar in de versteensbenadering zit dat veel meer. Nou, in de bestuurskunde zou je ook zo kunnen denken. Dat is ook iets wat we van harte aanmoedigen hier. Neem bijvoorbeeld nu vandaag bij de het idee van die bestaanszekerheid nu vorm wordt gegeven. Dus er komt extra geld voor arme mensen. Maar wat zijn de keuzes die daarin gemaakt worden? Is het zo dat er bijvoorbeeld via ervaringsdeskundigen wordt gekeken hoe je mensen die in armoede leven kan helpen? Of is het toch weer op basis van een model besloten dat armoede ongeveer rond 1573 euro per maand te definiëren valt? En dat er via bepaalde knoppen, bijvoorbeeld een bijstandsverhoging, die niet trouwens door wordt gezet, maar wel een verhoging van huursteun, op een andere manier toch zeg maar weer een heel aantal mensen, ik noem maar wat even dwarsstraat, 10.000, net 40 of misschien 80 euro meer gaan verdienen, zodat ze weer net boven die grens van de armoede komen. Ik zou zeggen, dat is meer de erklären benadering, dat is meer hoe verklaar je, hoe pakken we dit specifieke probleem aan, we definiëren het, we maken het klein en we manipuleren het zodat het beter wordt. En dat is heel veel voor te zeggen bij heel veel problemen in het leven, maar dat is ook een beetje de masculine, autistische benadering. Eén ding, niet naar de context kijken, oplossen, graag voordat Prinsjesdag begint. En de versteensbenadering is veel meer integraal, holistisch. Je gaat nog eens nadenken over wat is en wat beroert die mensen eigenlijk die arm zijn. Waarom zijn ze arm? Hoe percipiëren ze die armoede? En dat is dan meer zeg maar, de benadering die ook net even voorbij kwam bij dat voorbeeld van Vincent van Gogh. En wanneer we zijn oeuvre bestuderen. Dat je niet alleen maar naar die schilderij gaat kijken en ze op een rijtje hangt. Maar ook de context meeneemt. Meer holistisch kijkt. Allebei is wetenschap, maar die erklärensbenadering, ook in de bestuurskunde, geldt natuurlijk altijd als hard. Gaat om data, gaat om patronen en de versteensbenadering is altijd een beetje vaag. Ja. En toch is het zo dat in de wetenschap geldt dat afhankelijk van het onderzoeksonderwerp bepalen we de scherpte, ja, of de poreusheid van methodes. Dus je kunt niet objectief zeggen dat bijvoorbeeld een statistische objectiverende benadering altijd beter is dan een antropologische subjectiverende benadering, waarbij je als wetenschapper ook jouw eigen inschattingen, oordelen en ervaringen, bijvoorbeeld met je buurvrouw die misschien ook arm is, meeneemt. Zo'n antropologiserende benadering kan evenveel waarde hebben, wetenschappelijke waarde, als een objectiverende benadering. Maar het thema onafhankelijkheid, objectiviteit, neutraliteit krijgt daar natuurlijk een heel andere invulling. Het gaat daar veel meer om engagement, echt begrijpen wat er speelt, probleemoplossend willen zijn. En we hebben dus toch echt wel twee takken van sport, twee type wetenschappers die het ook totaal niet met elkaar kunnen vinden doorgaans. Maar het is wel goed om dat heel duidelijk te weten en dat het ook zijn vertaling heeft naar bestuursbenaderingen. Oké, ik heb ook besproken dat bestuurskunde interdisciplinair is. Vandaag gaan we het dus hebben over bestuursgeschiedenis. Nou, waarom zou je dat doen? Omdat het heel gaaf is. Laat dat ook duidelijk zijn. Jullie doen een inspirerende studie en het is ook wel eens mooi om dat even te onderschrijven. En bestuursgeschiedenis is dan wel ook wel weer echt heel, heel spannend. Het is ook wel iets wat ons relativeringsvermogen bijbrengt. Als je ziet hoe de spanning bijvoorbeeld tussen centralisering en decentralisering al in de 19e eeuw speelt, dat relativeert wel behoorlijk als je bedenkt hoe dominant dat thema is in bijvoorbeeld de Algemene Bestuursdienst of op andere maar hogere niveaus in het openbaar bestuur waar men nadenkt over de toekomst. Het is niet nieuw, daar zijn eerder experimenten mee geweest. Daar kun je onderzoek naar doen, daar kun je historische vergelijkingen mee maken. Dat is ook wel prettig. Dat je niet denkt dat we nou voor enorm nieuwe uitdagingen staan. Dus dat is een van de redenen waarom de geschiedenis de moeite van het bestuderen waard is. Omdat je dan wel een beetje gezond verstand leert bijschaven. En dat is bij bestuurders denk ik, ja, dat lijkt wel eens te ontbreken. Dan denken ze ook, ja, nu wat er technologisch gebeurt, dat is heel anders dan wat er in het verleden gebeurde. Of bijvoorbeeld de stad-platteland spanning nu. Dat is enorm problematisch en dat is een soort nieuw sociologisch probleem. Dat is gewoon bullshit. Dat is geen nieuw probleem. Dat is al van het meet af aan. Dat speelde al in de Republiek. Dat speelde al helemaal in de 19e eeuw.
En zeker na de Franse tijd. Dus dat zijn dingen die vind ik, dingen in perspectief plaatsen. En daarom is het voor mij in ieder geval altijd fascinerend. Nou, wat zeggen die auteurs nou over die geschiedenis? In het bijzonder Fukuyama, maar ook voor de invulling van wat de bureaucratie is. Onder andere Pieter Wagenaar. Nou, eerst even over hun wetenschappelijke methode. Ze zeggen eigenlijk van ja, in de geschiedenis is het doorgaans een soort van enthousiasme ontstaan voor het beschrijven van de feiten, de erklärensfilosofie. Dus zeg nou maar gewoon hoe het geweest is en dat is wel mooi. Weet je wel, en misschien had je vroeger op de middelbare school ook zo'n historicus bij het vak geschiedenis. Die vertelde je gewoon, dat was de Franse Revolutie, dit was de VOC. Zo is de verzuiling wel of niet een goed etiket om te begrijpen wat er ongeveer tussen 1880 en 1960 in Nederland speelde. Enzovoort, enzovoort. En zij zeggen ja, dat is eigenlijk de Leopold von Ranke benadering. Dat is de grote paradigma bepalende historicus geweest die de geschiedenis ja, taai heeft gemaakt, heeft geobjectiveerd, maar ook nogal heeft verzaaid. Hij heeft heel veel waarde gebracht voor het vak, want de geschiedschrijving was natuurlijk ook niet vreemd van zeker idealisme. Nog steeds, tot op de dag van vandaag, zijn we eigenlijk altijd graag bereid, zeker journalisten, om het heden te nemen als maatstaf om het verleden te veroordelen. Ja, dus vooral kijken naar wat er allemaal fout ging in de 17e eeuw. En de schoonheid ervan niet meer kunnen begrijpen. Dingen ook niet meer in perspectief kunnen zien. Over de grachtgordel fietsen en dan denken van, dit is allemaal slavernijgeld. Die slavernij is natuurlijk een schandvlek voor Nederland. In die zin hebben we ook een ereschuld naar verschillende gebieden. Onder andere het Caribisch gebied, Indonesië, de Joodse bevolking. Dus het staat buiten kijf. We ook verder alleen maar onderschrijven dat dat belangrijk is. Maar er is wel een soort blikvernauwing in de geschiedenis gaande soms. Van alleen maar het negatieve zien. De schaduwwerking van de geschiedenis en het verleden eigenlijk lezen in de morele oordelen die wij nu over elkaar hebben. Als je zo naar de geschiedenis kijkt, dan zie je inderdaad alleen maar shitzooi. En een van de redenen waarom we geschiedenis bestuderen is ook om te beseffen in wat voor goede tijd we nu eigenlijk leven. Maar methodologisch is het denk ik ook wel eens goed om naar die Von Ranke terug te keren en te denken van oké, laten we gewoon bestuderen wat er gebeurd is zonder dat nou te willen veroordelen. Tegelijkertijd is het natuurlijk altijd spannend om te kijken van wat leert het ons over nu, wat zijn de grand schemes, wat zegt het ons nou wel over dingen als bijvoorbeeld diversiteit. Nou, en die grote greep, die mag ook wel, met een zekere voorzichtigheid. Dat is dus de tweede historische school. En dat is die van, wat dit boek betreft, Charles Tilly. Maar wat ons betreft, die van Max Weber en Fukuyama. En daarmee bedoel ik dat Fukuyama en Max Weber, en volgens het voor een deel ook wel Tilly, want die heeft weer heel sterk Fukuyama beïnvloed. Dat zijn eigenlijk degenen die de grote stappen voor ons helpen te definiëren in die geschiedenis. De zeven maalslaarzen bij ons aantrekken. En ons helpen om niet te lang stil te staan bij die droge feiten, maar toch in grote cohorten, tijdperken leren te denken in schema's met de nodige kanttekeningen. Dat indelingen in de geschiedenis altijd indelingen zijn, dat er een zeker toeval in zit en dat je ze niet moet verabsoluteren. Nou, in de bestuursgeschiedenis is dat best wel geslaagd en sprankelend. En dat moet je ook maar eens bij vrienden die geschiedenis studeren toetsen. Die zijn vaak veel strenger naar geschiedenis. Die zitten iets meer aan die Van Ranke kant. Terwijl wij aan de Weber-Fukuyama kant ons soms ook wel grote schema's permitteren waar historici dan weer twijfel bij hebben. Dat soort debatten horen bij wetenschap. Dus dit is eigenlijk hoe een sociaalwetenschapper naar geschiedenis kijkt. Dus niet hoe een historicus naar geschiedenis kijkt. Dus in die zin bestaat de geschiedenis ook niet objectief. Dat is afhankelijk van je methode, van je theorieën, hoe je de feiten waarneemt. Oké. Nou, niettemin denk ik twee boeken die droog genoeg zijn. Hè? Dus als je de feiten goed bestudeert, dan sla je geen slecht figuur als je in het café zit te debatteren over de impact van de Glorious Revolution op de wereldgeschiedenis. Ik denk dat je geschiedenis medestudent of huisgenoot snel genoeg denkt, nou, volgens mij heb je het wel begrepen. Maar het is wel een accentverschil. Dit is meteen een voorbeeld. Fukuyama, die in die hoofdstukken die jullie lezen uit Political Order en Political Decay, met name in de inleiding, maar ook wel in het gedurende de tekst, een soort supergeschiedenis hanteert. En dit is ongeveer de hoofdlijn. Hij zegt,
Wanneer je wil begrijpen waarom een mens op een bepaalde manier functioneert, met name in een bureaucratie, moet je eerst maar eens terug naar de primaten. Hoe leven primaten? Nou, primaten zijn natuurlijk zo corrupt als wat. Dat zijn dieren en die kunnen helemaal niet voldoen aan onze ethische eisen. En methodologisch is het ook een beetje raar dat Fukuyama begint bij de dieren, maar op de een of andere manier leven we in een tijd dat mensen graag zich spiegelen in dieren. Vroeger spiegelden we ons in de goden, nu kijken we naar beneden. En ja, dat is ook wel inspirerend. Als je dat verder wil lezen, moet je het boek zelf maar aanschaffen. Maar daar begint hij wel mee. Dan maakt hij een tweede stap, dan zegt hij de mens. Wanneer komt de mens op? Nou, daar is natuurlijk een hele facering, daar kun je ook meer over lezen. Wat zijn nou precies de schakeringen binnen het homo sapiens dom? Maar dat laat ik hier even in het midden. Hij maakt vooral een onderscheid tussen de wereld van jagers en verzamelaars en de wereld van landbouwmensen. Nou, in Nederland hebben we een soort rare geschiedenis, want we landbouwen nog niet zo lang. Hè? We zijn eigenlijk een soort volkje van jagers en verzamelaars. En dat zou ook wel eens kunnen verklaren waarom er nog steeds tot de dag van vandaag nog een behoorlijke skepsis bestaat tegenover centraal bestuur. Ja, dus in landen als Frankrijk zijn ze daadwerkelijk eerder begonnen met land bewerken. Landbewerking zorgde dat mensen op één plaats konden blijven, waardoor ook meer enthousiasme ontstond om bepaalde mensen, zoals bijvoorbeeld een priester of een organisator, een handelaar, vrij te spelen ten opzichte van de rest van de groep. Terwijl jagers en verzamelaars eigenlijk die arbeidsdeling en specialisatie nog niet konden doorvoeren. En Fukuyama zegt wel, en dat is wel terecht ook wel in lijn met wat de stand van wetenschap is, hoewel er ook wel kritiek op is. Graeber heeft een bekend boek geschreven waarin hij hier vraagtekens bij zet, maar niettemin. Op hoofdlijnen is het toch wel zo dat in die fase van dat mensen stopten met door bossen en over steppes dwalen en zich vestigden op bepaalde plekken, ja, dat toen ook de eerste instituties echt bestonden, konden ontstaan überhaupt en konden consolideren. Nou, die bestaan allemaal niet meer, hè, maar twee superoude instituties in het Westen zijn dan precies de kerk en de universiteit. Nou, dan hebben we het echt niet over 10.000 jaar terug, hè, maar eerder over 1000 jaar terug. Nou, dus veel van de instituties van het oerbegin, die hebben we al niet meer. Maar je kan je iets voorstellen bij een eerste soort tribale staat. Nou, dan zegt Fukuyama, dat is een heel belangrijke stap, dan komen de eerste grotere centralistische besturen op in regiootjes. En die noemt hij patrimoniaal. En daar zit het woord padre in, patri, en de vader. En dat is misschien een leuk ezelsbruggetje om te onthouden, dat dit soort staten toch echt nog georganiseerd zijn vanuit de heren die hun kinderen dingen gunden. Dus dit was ook een volstrekt corrupte wereld. Zeker naar onze begrippen in geen enkel opzicht iets om naar terug te verlangen. Tribale organisatiestructuren, maar niettemin hebben lang bestaan in de geschiedenis, ook in het Westen. En in heel veel landen tot op de dag van vandaag. Ja? Dus landen als Marokko, zelfs Zuid-Italië. Die vallen nog onder de noemer van patrimoniale regimes. Wat wil dat zeggen? Ja, dat zijn geen moderne professionele bureaucratieën. Geen moderne professionele rechtsstaten. En halfwerkende democratie. Daar geven wij andere woorden aan. Maar in zijn schema heet dat nou patrimonialisme. Je ziet in geschiedenisboeken ook wel dat men spreekt van feodale macht. Het accent ligt iets anders. Maar daar wordt ongeveer hetzelfde mee bedoeld. Dan is er ook een fase van makelaardij. Ja, in Nederland hebben we daar ook een geschiedenis in. Dus dat is de fase die alweer een beetje meer zoals de VOC zelf georganiseerd was. Dat is een soort onderneming met een leger en een politiekorps. En dat leek dus een soort land in een land te zijn. Hè? Dus dat was eigenlijk een staat die door allerlei burgergroepen en ondernemingjes werd gedragen. En waarin zaken uitgewisseld werden. Dus dat was eigenlijk een zwakke staat. Met burgers en ondernemingen die al processen van verstatelijking aan het doormaken waren. En dan is er de fase van nationalisatie en centralisatie. Daar gaat het boek over van Wagenaar en zijn kompanen. Althans, het stuk wat wij dan gelezen hebben. En dan hebben we het over de 19e eeuw. Dan wordt eigenlijk het patrimoniale en zeker de makelaardijfase achter ons gelaten. En zien we tekenen van de staat waar we nu nog in leven. Nou, uiteindelijk wordt die staat uitgebouwd. Dus we gaan naar een verzorgingsstaat toe, waarin bijvoorbeeld armenzorg ook belangrijk wordt. En dat is in het begin van, en zelfs in het midden van de 19e eeuw, nog helemaal geen politiek of bestuurlijke issue. Toen draaide het natuurlijk vooral om defensie,
de politie en, zeer belangrijk, belastinginnen. Dus dat waren eigenlijk de drie ingrediënten van de nachtwakerstaat. En het eind van de 19e eeuw, een heel belangrijk ding wat erbij komt, is dan zeg maar de sociale kwestie die vandaag bij Prinsjesdag ook weer opnieuw speelt. Dus het is een issue die dan geagendeerd wordt en die speelt nu weer. Nou, woningbouw bijvoorbeeld, dat komt pas weer later op. In die geschiedenis zie je een spanning tussen convergerende en divergerende krachten. En dat is ook iets wat blijft. Ja, dus Europa heeft eerdere tijden gekend van veel samenwerkingen. Het Romeinse Rijk. En eerdere tijden van fragmentatie en divergerende krachten en zelfs oorlogen. Dus dat gaat heen en weer, ook in een land zelf. Dus goed om je dat te realiseren. Centralisering en decentralisering, dat lijkt een soort as te zijn waarop je in ieder geval Nederland heel goed kan plotten. Die patrimoniale verhoudingen, die ook nog deels zeg maar, teruggingen op de Republiek in de 17e eeuw, die zijn dus niet zozeer centralistisch. Dus Nederland is dan echt een land waar de gewesten, de provinciën, het voor het zeggen hebben tot eind 18e eeuw. En dat is iets wat in de Franse tijd, in de Bataafse tijd, dus tot 1813, als Nederland ook een koninkrijk wordt, 1815, van die Fransen leren we eigenlijk centraliseren. Dat leggen ze ons ook op. Ik zal er zo nog wat meer over vertellen. Maar dan wordt ook het idee losgelaten dat Nederland bottom-up georganiseerd is. Er is veel kritiek op altijd van niet te veel top-down, ook bottom-up dingen organiseren. Ik zal er een andere collegereeks in relatie tot beleidsethiek nog ook weer wat dingen over zeggen. Want volgens mij is een mix altijd wenselijk en klopt dat ook historisch gezien wel. Maar het is wel zo dat modernisering van Nederland is een proces vooral van centralisering. Oké, Fukuyama in Political Order and Political Decay heeft een grondschema. Dat blijkt uit de introductie en hoofdstuk 13, good governance, bad governance. Maar het draagt het hele boek. En daarom is het ook leuk om juist dat hoofdstuk te lezen. In dat grondschema gaat het eigenlijk over de trios politica, zou je kunnen zeggen. Maar dat kleeft een aantal gedachten en emoties aan waar ik omheen wilde zeilen vandaag. Dus we houden het bij zijn schema. En dat zegt eigenlijk een moderne staat heeft een democratie en een rechtsstaat, en daar is iedereen het wel over eens, maar ook een sterke bureaucratie. En dat is een contested concept, een kampbegrif. Sowieso zijn veel mensen over bureaucratie, dat is een negatieve term. En zeker liberalen, maar ook christendemocraten denken ook, ja, bureaucratie, hou op, dat wil ik helemaal niet. Ja, dus, en dit is een pleidooi voor een bureaucratie. Dat is interessant, Fukuyama staat bekend als een wat rechtsere, conservatieve auteur, die zeker in de tijd van Bush met zijn boek The End of History echt invloed had aan de republikeinse kant van het politieke debat. Nou, dan weet je het wel. Maar dit is eigenlijk een heel links boek eigenlijk daarmee. Het is natuurlijk juist van oudsher wat links progressiever om voor een sterke staat te pleiten. Dus nuanceert ook zijn oeuvre wel. En het is een degelijke uiteenzetting. Nou goed, daar weten jullie inmiddels wel wat van. Je hebt het bestudeerd. Wat zegt hij dan? Hij zegt eigenlijk, die mix van die drie instituties, die maken een staat modern. En die staten komen niet zomaar op het punt dat ze alle drie hebben. Soms is er een oorlog nodig, pijnlijk genoeg. Of een historisch ongeluk. Juist bijvoorbeeld de Amerikanen die leerden in de Tweede Wereldoorlog hoe goed samenwerking is. En toen kwamen ze ook tot de ontdekking dat een overheid die grootschalig werkt, dat best succesvol kan zijn. Dat ontdekten ze in de oorlog. Nederland ontdekte in 1953 dat de waterschappen, verdeeld over honderden, over een eilandenrijk van 100 organisaties, bottom-up, sterk georganiseerd, teruggaan tot de republiek. Ja, dat misschien niet, ook niet de beste manier was om het landschap in Nederland te organiseren. Daar hadden we ook die vloed voor nodig, zo gezegd. Zo interpreteert Fukuyama dat. Ja, hij zegt ook, not all good things come together. Dus soms is een land, zoals Amerika, wel democratisch, al in 1776.
En rechtsstatelijk oké, hè, zoals hij dat zegt. Oké, is nog niet al te best naar Duitse begrippen. Maar het, is, het duurt dus toch nog na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk voordat ze als bureaucratie een beetje op stoom komen. Dus die verhouding, dat ligt historisch gezien ingewikkeld. En er zijn weinig landen die ze alle drie tegelijk krijgen. Nederland zit trouwens wel een beetje in die hoek. Het laat onverlet dat Nederland ook niet als eerste erbij is in de ontwikkeling van zo'n professionele samenhang. Oh ja, nog één ding erover. Het is natuurlijk niet zo dat alles bepaald wordt in de wereld door drie overheidsinstituten. Er is ook nog zoiets als sociale mobiliteit, zegt Fukuyama. Dat is eigenlijk een ander woord voor emancipatie, maar je zou het nog breder kunnen trekken als ja, gewoon maatschappelijke ontwikkelingen. En er zijn economische ontwikkelingen. En dan, dat is een beetje weggemoffeld in het boek, dat is toch wel heel belangrijk, heb je nog ideeën en cultuur ook. Dus dat zijn, die gooi je maar even op één hoop voor het gemak, kun je ook een hele bibliotheek over schrijven, over dat je ze uitsplitst. Maar toch, het is heel belangrijk om je dat te realiseren, dat merk je ook in het boek zelf, dat hij beschrijft dat bijvoorbeeld Duitsland een heel goede functionerende bureaucratie kon krijgen, omdat het een bepaald soort Calvinistisch ethos had. Nou, daar hebben we in relatie tot Max Weber eerder over gehad. Hè? Die schrijft ook in die protestantische ethiek unter Geist des Kapitalismus. Er zit iets van een werkobsessie bij die protestanten in. Die gaan niet soldieren, zoals Taylor dat noemt. Maar die, als je ze werk opgeeft, dan gaan ze hard werken. Die hebben intrinsieke motivatie om te werken. Dus er zit iets gedisciplineerds, iets integers in die stroming van het christendom. En dat kent zelfs het katholicisme niet op die manier. Dus dat is ook een impact, dat is ook een determinant van staatsgeschiedenis. Dus je hebt de staat zelf die uiteenvalt in drie factoren, bureaucratie, rechtsstaat en democratie. Maar dan heb je ook ideeën en cultuur, bijvoorbeeld protestantisme. En dan heb je ook sociale mobiliteit. Er zijn bijvoorbeeld heel hiërarchische landen. Bijvoorbeeld India is een land dat heel erg vanuit Nederlands perspectief te kampen heeft met klassenstructuren en metafysische beelden van reïncarnatie die daarbij horen. Speelt ook in Turkije nog een rol. Dus bepaalde verwachtingen van wat jouw sociale klasse is. Nou, het is dus ook zo dat dat in Nederland in de 19e eeuw nog een grote rol speelt, maar inmiddels hebben wij dat op die manier niet meer zo. Moet je maar eens over nadenken. Mensen vinden het doorgaans nog best wel moeilijk om buiten hun bubbel te daten en zo. Maar toch, we hebben niet zo'n amobiele cultuur, denk ik. Hoewel, je kunt je wel afvragen of misschien opleidingsniveau tegenwoordig wel de mobiliteit echt in ieder geval in tweeën deelt. Als je date met iemand die geen universiteit heeft gehad, dan is het al snel downdaten. Ja, veel vrouwen kunnen niet anders, want die zijn de meerderheid. En ja, er zijn veel meer vrouwen in de universiteit dan mannen, dus ja. Je kunt ook andere keuzes maken in het liefdesleven, dat weet ik ook. Dus misschien ontspring je die klassendans. Maar klassen bestaan dus, en dat is wel belangrijk, ook in zijn argumentatie. Nou, economische groei is ook zoiets. Je hebt natuurlijk landen, die zijn wel gemoderniseerd. Hij noemt als voorbeelden Italië en Griekenland, maar die hebben altijd nog moeite met economische groei. Ja, Italië is een beetje een half gelukt voorbeeld. Griekenland is beter gelukt. Hij schrijft er een heel hoofdstuk over. Hij zegt eigenlijk, ja, je kunt wel democratisch zijn, rechtsstatelijk redelijk in orde en een bureaucratie opgetuigd hebben. Maar ja, als je geen economische groei hebt en geen emanciperende klassen die start-ups beginnen, dan, ja, dan heb je een soort van modernization without development, zoals hij dat noemt. Dus dat kan ook nog. Dus er zijn in dit schema verschillende mogelijkheden. En de tentamenvraag wordt natuurlijk, plot Nederland op dit schema? Nou, daar zal ik jullie genoeg munitie voor geven, hoewel ik de vraag niet echt zal beantwoorden. Dat is het idee. Dat mogen jullie dan doen. Oké, dus Nederland begint als nachtwakerstaat als het eenmaal dat patrimoniale achter zich laat. Ja? En wat is dat dan? Nou, een staat die de nadruk legt op politie en defensie en belasting innen. Andere dingen, zoals burgerschap, ja, je bent allerlei dingen verplicht, heb je ook rechten, nou, met zeer beperkte mate. Dus dat schrijven ze in dat hoofdstuk ook aan het eind van de 19e eeuw, staat in de grondwet weliswaar
dat de overheid allerlei zorgverplichtingen heeft voor de armoede, maar de facto wordt dat niet vertaald naar concrete rechten. Dus op het niveau van het ideaal is er wel iets als burgerschap. In de praktijk is de staat heel minimaal georganiseerd. Nou, in de loop van de 19e eeuw neemt het dan wel meer toe. Waar ontwikkelt het zich dan heen? Nou, naar het ideaaltype van Weber. Daar begint Fukuyama ook mee. Dat geeft ook aan van, sommige mensen vroegen zich af van, heb ik niet weer een oude dode witte man opgegeven omdat ik bevooroordeeld ben? Maar het hele boek is doorspekt met Weber. Hè? Dus de eerste zin van het eerste hoofdstuk al meteen bam. Dus dan zie je hoe invloedrijk die vent is. Dat laat onverlet dat we natuurlijk ook nog wel mensen van een andere achtergrond gaan bespreken. Daar hoef je ook niet bezorgd over te zijn, dat gaat echt komen. Maar die Weber die zegt dus over bureaucratie iets belangrijks. Dat is een ideaaltype, dus hij is niet van de school van Van Ranke. Dus hij heeft dit niet echt letterlijk geobserveerd, hij heeft dit geabstraheerd. Hij noemt dat een ideaaltype. Oké, dat ideaaltype dat strookt dus totaal niet met new public management of met new public governance. Dus dat moet je goed doorhebben. Dus bijvoorbeeld, tegenwoordig zouden we niet zeggen dat iemand die een overheidsmedewerker is, gebonden is op een specifiek vlak. Mensen zijn juist vernetwerkt in verschillende vlakken en interdisciplinair werken. Je uitspreken over dingen samenwerken met anderen. Dat geldt eigenlijk als, ja, dat hoort juist bij een ambtenaar, moderne ambtenaar. Bij new public management is het al helemaal niet zo dat we denken dat je gebonden bent aan een bepaald vlak. Het is toch zelfs een beetje zo dat uurtje is factuurtje. Dus als iemand aan jou vraagt, kun je dit doen? Dan denk je, nou, dat kan ik ook wel doen. De bureaucraat wordt betaald, ja, zegt Weber. En dat zegt hij dus aan het begin van de 20e eeuw. Dat is dan dus, dat lees je heel goed in dit boek terug, dat is toch maar een halve waarheid. Ja? Heel veel overheidsmedewerkers die kunnen eigenlijk nog maar net rondkomen aan het eind van de 19e eeuw. Dus die moeten ook andere vormen van inkomsten zien te regelen. Tegenwoordig, we werken juist samen met burgers van het maatschappelijk middenveld. Nou, dat wordt juist ook als een deugd gezien van. Je werkt samen met iemand die gewoon non-governmenteel wil participeren in vluchtelingenopvang. Thumbs up, weet je wel? Wat ben jij een goede ambtenaar? Weber zou zeggen, hè? Nee, juist niet. Dat is juist geen goede ambtenarij. New public management, hoezo krijgt die burger niet betaald? Alleen new public government zegt, heel goed. Dus er zijn drie paradigmatische schema's. En bij Weber, die dat eigenlijk formuleert aan het begin van de 20e eeuw, ook terugblikkend op wat er in Duitsland zich ontwikkeld heeft, zit dat dus anders. En dat is ook wat Fukuyama eigenlijk toch onbewust wel als ideaaltype heeft van bureaucratie dit. Niet helemaal bewust, maar daar kunnen we een andere discussie over voeren. Nou, zo kun je eigenlijk al die aspecten aflopen en daar wel kanttekeningen bij plaatsen. Bij Weber zie je, en dit is dacht ik pagina 53 van het boek van Weber, dit gaat over politiek. Dus we hebben samen de tekst wetenschap als beroep gelezen. Maar er is nog een tekst, wetenschap als politiek, die gaan we niet lezen. Dat zal ik jullie niet aandoen, hoewel het een prachtige tekst is. Maar er zit wel één kleine passage in, ik dacht die draag ik even voor. En dan kan je goed zien wat Weber onder het verschil tussen politiek en bureaucratie verstaat. En dat is ook weer op een bepaalde manier ideaaltypisch. Zo zien wij het nu ook weer niet. Maar het is wel belangrijk om dat als schabloon te begrijpen. Nou, hij zegt, de echte ambtenaar, en dat is beslissend voor het oordeel over ons vroegere regime, moet gezien zijn eigenlijke beroep geen politiek bedrijven, maar besturen. Dat vooral zeggen, onpartijdig besturen. Dat geldt ook voor de politieke bestuursambtenaren, althans officieel, voor zover niet de staatsraison, dat wil zeggen de levensbelangen van de gevestigde orde, ter discussie staat. Sine ira et studio. Zonder woede en partijdigheid. Dat is iets voor de politici. Ja, je mag best boos worden, Sylvana. Dat mag. Of Thierry. Maar niet de ambtenaren. De SG en de DG, rustig blijven. Niet op de radio. Organiseren. Dat is zijn ideaal. Hij moet dus juist niet doen wat de politicus, zowel in de gedaante van de leider als in die van de aanhang, altijd en onvermijdelijk moet doen. Namelijk strijd leveren. Want partij kiezen, strijd hartstocht, ira et studium, dat alles vormt het element van de politicus. En vooral van de politieke leider. Diensthandelen staat onder een principe van verantwoording dat tegengesteld is aan dat van de ambtenaar. Ander woord voor bureaucraat. De eer van de ambtenaar, en nou let op, dit is heel belangrijk.
De eer van de ambtenaar bestaat in de bereidheid en het vermogen om, indien een boven hem bestaande overheid een naar zijn mening verkeerd bevel geeft, let op, dat op verantwoording van de bevelgevende gewetensvol en precies zo uit te voeren, alsof het zou stroken met zijn eigen overtuigingen. Bevel is bevel. Nou, dat is het Weberiaanse paradigma. Nou, is er een code goed bestuur in Nederland? En ik kwam daarop, ik kende hem wel, maar ik vond deze leuke analyse van Wim Voermans in Het Land Moet Bestuurd Worden. Mooi boek, kan ik zeker aanraden om naast dit vak te lezen. Graag na het tentamen. Ja, want anders ga je veel te veel bestuderen. Je moet natuurlijk eerst maar de kern doorgronden. En hij bespreekt de code integriteit. En hij doet dat. En dan merk je ook iets van een soort Weberiaans enthousiasme bij de codeschrijvers. En dat zit hem erin, bepleit Voermans, dat deze code vol zit van een logica waaruit blijkt dat het bestuur eigenlijk in zichzelf draait. Dus het bestuur kan gewoon integer zijn in zichzelf, gewoon endogaan. Exogame, dat heeft niks mee te maken. Het gaat erom dat het in zichzelf integer georganiseerd kan zijn. Het bestuur leert van fouten. Het neemt alleen goede beslissingen. Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend. Het bestuur weet wat er leeft in de samenleving. Het bestuur luistert naar vragen en ideeën van burgers bij ontwerpen die hen aangaan. Dit is de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Nou, wat valt op? Misschien is er iets wat jullie al opvalt. Nou, dit gaat niet over inspraak van burgers zoals we dat normaal noemen, democratie. Er is een code van openbaar bestuur die geen rekening houdt met het gegeven dat we in een democratie leven. Dat is de Voermanskritiek, die hij overigens zelf ook weer mede uitbouwt aan de hand van het werk van Ruud Kolen. En dat is iemand die tot vorig jaar in de Eerste Kamer zat voor de PvdA. En dat is echt een interessant politicoloog voor bestuurskundigen. Maar hij is een leuke, goede vertaler, Wim Voermans. Bovendien veel frisser denken in de zin van hij haalt echt de flitsje doorheen zo'n boek. Maar het leuke is dat hij dus ook zegt van ja, die bestuurskundigen die zijn gewoon heel erg geneigd om te zeggen ja, die bureaucratie gaan we helemaal fine-tunen. Niet meer helemaal Weberiaans, maar wel ongeveer Weberiaans. En Weber zelf, die heeft altijd nog het besef van, ja, maar het is een politieke omzoming. Die bepaalt. De ambtenaar werkt, moet wel uitvoeren wat de politicus zegt. En dat is tussen haakjes komen te staan tegenwoordig. En dat wordt ook wel de hypothese van de vierde macht genoemd. De vierde macht, dat is eigenlijk dus de trias politica, de drie machten. Nou, we hebben dat een beetje geherdefinieerd. Maar de vierde macht, dat is eigenlijk de overheid die gaat zeggen tegen de andere machten wat er belangrijk is. Dus de gedepolitiseerde staat. De vierde macht wordt ook wel geassocieerd met de macht van de media. Dus het concept is wat dat betreft voor twee uitleggen vatbaar. Nou, oké, we hebben wat gezegd over bureaucratie in de Weberiaanse zin, nieuw public management zin en de zin van nieuw public governance. Dat gaat meer om netwerken, om samenwerken, om maatschappelijk middenveld, om marktinvloeden niet te groot maken, maar wel veel groter dan bij Weber. En we hebben nu deze governance code even besproken, ook om dus die logica van besturen beter te begrijpen. Nu nog even naar die democratie zelf toe. Democratie, ja, dat leer je ook uit deze tekst. Dat is dus een moeilijk historisch iets. Je kan moeilijk zeggen van, geschiedenis van de democratie, dat is ingewikkeld, want democratie betekent steeds iets anders. In het oude Athene hadden ze al een democratie. Het betekent natuurlijk letterlijk demos, het volk, kratein, kratie, macht, macht van het volk. Maar wat is het volk? Vroeger was het zo dat de notabelen bepaalden hoe de wereld in elkaar zat. En dat was in het oude Griekenland ook zo. En dat werd al democratie genoemd. In de 19e eeuw is dat ook nog voor een belangrijk deel zo. De grote emancipator van de Nederlandse politiek, democratie, Thorbecke, ik zal er nog zo wat over zeggen, die was niet van mening dat iedereen maar zomaar kon stemmen. Laten we eens beginnen met dat de vrouwen het niet kunnen en de mannen wel.
Ja, dus dat was in de 19e eeuw gewoon heel normaal. Dus dat is ingewikkeld. De democratie is pas vanaf 1917, eigenlijk 1919, als vrouwen ook stemrecht krijgen, wat wij er nu onder verstaan. Een hele tijd in de 19e eeuw was het ook zo dat je wel inkomsten moest genereren. Dat vinden wij helemaal niet meer te begrijpen. Maar het argument is een beetje zo van, ja, het zou het ook niet raar zijn dat iemand die bijstand krijgt mag stemmen over politiek. Want dan stem je eigenlijk ook over je eigen uitkering. En dat is een beetje 19e eeuw dat je die vraag opwerpt. Wij zeggen, ja, hoe durf je die vraag te stellen? Hè? Jouw burgerschap is onafhankelijk en onvervreembaar, dus je kunt het niet van je afpakken en het is onafhankelijk van je inkomsten. Dat is wat wij onder democratisch burgerschap verstaan. Nou, dat was in de 19e eeuw nog niet eens zo. Dus het groeit. Het groeit in hoofdlijnen van de vorst van Willem 1, 2, 3 naar de mensen zelf. Bij Willem 2, dus in het midden van de 19e eeuw, komt het meer bij de mensen. En uiteindelijk onder Wilhelmina wordt Nederland nog democratischer. Niet door Wilhelmina, maar onder haar machtsperiode. Nou, die democratie heeft nog verschillende kanten. Hè. Bijvoorbeeld, wij hebben een partijdemocratie. En dat geeft allerlei problemen en ook allemaal oplossingsrichtingen. De eerste partij in Nederland, de Antirevolutionaire Partij, is opgericht door Kuiper. Dus hij heeft deze universiteit opgericht, maar ook de eerste politieke partij van Nederland. En dat geeft al aan dus dat dat niet iets is wat van een soort absolute waarde is. Dat hebben we dus pas 103, 24 jaar. Er is toch wel zoiets voor te zeggen dat democratie in Nederland hele oude papieren heeft. Ook in de 16e en 17e eeuw was er al veel inspraak, maar het ging altijd over mannen die wat konden en veel verdienden, zeg maar. Dus we zijn altijd democratischer geweest dan heel veel andere landen, maar nooit zo democratisch als wij tegenwoordig denken. Nou, Fukuyama haalt in zijn inleiding twee grote revoluties aan, daar wil ik even kort twee dingen over zeggen. De eerste is de Glorious Revolution, dat is in Engeland. Mensen denken bij revolutie vaak aan de Franse revolutie. Fukuyama zegt, en daar heeft hij al gelijk in, de Glorious Revolution is eigenlijk de grote revolutie. En de twee slagzinnen die daarbij horen zijn, no taxation without representation. Dus men zei eigenlijk, jullie willen geld van ons, maar dan willen we ook inspraak. En die inspraak, die moet ook komen van degene waar het over gaat. Dus dat is een soort eerste democratieslag in de Europese geschiedenis, die in Engeland plaatsvindt vrij laat. Hè? Je ziet die data staan, hè? We hebben het niet over 1500 of zo. Toch heb je dus voor de 17e eeuw al wel ontwikkelingen die wijzen op democratisering. De tweede grote stap, 1776, is natuurlijk de Amerikaanse revolutie. Dat is ook een beetje raar om die datum te noemen. Dat is ook een proces van decennia dat Engeland aan de kant wordt gezet door de Amerikanen. Hè? Dus Amerika was natuurlijk een kolonie van Engeland, worstelt zich daarvan los. En Thomas Paine, schrijver van Common Sense en anderen, die sanctioneren dat met hun boeken. En dat was eigenlijk echt een democratische revolutie, zegt Fukuyama, met alle nadelen van dien. Want de Amerikanen die hebben daardoor minder gevoel voor bureaucratie. Terwijl bijvoorbeeld de Duitsers, beargumenteert hij, hadden helemaal geen gevoel voor democratie, maar des te meer voor bureaucratie. En in zijn grote schema moet je die drie aspecten dus wel zien te krijgen in de geschiedenis. Want pas dan ben je echt modern. Ja, wat is dan zijn criterium van modern zijn? Dat betekent dus dat je zowel in termen van menselijkheid als in termen van productiviteit mee stoomt in de vaart der volkeren. Ja, je bent een emancipatoire, maar ook een economisch succes. Dat is modern voor Fukuyama. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over bureaucratie, maar soms over democratie en bureaucratie, maar soms lopen die dingen volgens Fukuyama ook een beetje door elkaar heen. En dat is toch wel weer charmant aan zijn boek, dat hij dit soort grote pennenstreken zo zet. Hij zegt bijvoorbeeld, ja, die Franse revolutie, men denkt vaak dat is een democratische golf geweest in Frankrijk, want toen kwam toch de derde of de vierde klasse aan de macht. En die Franse revolutie heeft toch ons eindelijk via die guillotine verlost van de notabelen en de elite. Eindelijk weg dat ancien regime en nu heerst het gewone volk. En Fukuyama schetst eigenlijk van ja, maar dat is eigenlijk toch bij op de keper beschouwd niet het geval. Sowieso die Franse revolutie ontaardt natuurlijk, waardoor Napoleon dan orde op zaken komt stellen en de zogenaamde restauratieve periode zijn intrede doet. Dus die democratiseringsfase die ontspoort in geweld en wordt snel de kop omgedraaid. En eigenlijk is het
herstel van het ancien regime. Maar Fukuyama zegt, het is ook niet echt democratisch wat er dan gebeurt. Het is vooral bureaucratisch. Dus de Franse revolutie geeft de wereld eigenlijk bureaucratie. Niet voor het eerst, zegt hij ook. Dat hoofdstuk heb ik niet geselecteerd. Misschien doe ik dat nog eens een keer. Want China heeft het al veel eerder bedacht, wat bureaucratie is. Dus het is niet zeg maar uitgevonden zonder dat ergens anders ook is uitgevonden. Maar in Europa is dat een belangrijke stap. Dus eigenlijk de Glorious Revolution en de American Revolution, die verbindt hij met democratisering. En de Franse revolutie uitdrukkelijk niet. Nou, wel een prikkelende hypothese. Nou, behalve die bureaucratie en die democratie heb je natuurlijk ook de rechtsstaat. Die is vaak genoeg op televisie en die weten jullie ook wel als bestuurskundigen te benoemen. Maar ik dacht, ik noem toch even een paar dingetjes op erover. Hij zegt, ja, het is interessant dat heel veel landen, bijvoorbeeld China, ook India, moeite hebben met rechtsstatelijke ontwikkeling. En dat heeft kennelijk iets te maken, vindt hij, met het christendom. En meer in het algemeen met monotheïstische religies. Dus misschien is er in die zin nog hoop voor de meer islamitische landen. Maar hij verbindt dus wel een soort van spirituele achtergrond ook met de opkomst van rechtsstaten. Waarvoor zijn ze dan wel belangrijk? Nou, hij begint niet direct over menselijke waardigheid, maar vooral ook over economische zekerheid. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Hè? Het recht, het eerste recht wat er is, gaat natuurlijk over die stoel is van jou, die is van mij. En je mag hem niet zomaar van me afpakken. Nou, dus eigendomsverhoudingen zijn natuurlijk het begin van waar het recht over gaat. En vervolgens abstraheer je dan. Maar bezit is erg belangrijk. Dus die economische groei, die kan juist ook ontstaan in landen waar die rechtsstatelijke zekerheid bestaat. Nou, als je dan aan patrimoniale regimes in 2023 denkt, bijvoorbeeld van die oliestaatjes, nou, misschien ook een land als Syrië, misschien zelfs een land als Oekraïne voor de oorlog. Ja, dan snap je ook wel van ja, als die rechtsstaat niet goed georganiseerd is en dus eigendom te gemakkelijk kan worden geclaimd door machthebbers, als er met andere woorden corruptie is, ja, dan kan economische bloei ook niet goed van de grond komen. Dus alleen daarom is het al belangrijk. Nou, het komt dus uiteindelijk in Nederland en je zou kunnen zeggen ook Duitsland, ik zal zo uitleggen hoe. Vooral binnen via Frankrijk. Dus Frankrijk zet de eerste stappen in de professionele codificatie van het burgerlijk leven. En de Nederlanders en de Duitsers nemen dat over. Nou, waarom zal ik zo meteen uitleggen. Dat heeft alles te maken met de slag bij Jena. Die zijn 1806 winnen van de Duitsers. En natuurlijk ook in diezelfde tijd dat de Nederlanders onder het juk van de Fransen leven. Hè, we hebben een Franse periode gehad. Eind 18e eeuw tot zeg maar de eerste koning. En dus wij hebben ook een flinke klap van de molen van de Fransen meegekregen. En daarom is er ook een directe invloed, een directe causaliteit tussen hoe die Fransen hun burgerlijk wetboek hebben gemaakt en hoe wij leven. Dat kun je bijvoorbeeld zien in dat wij ook dan in die Franse tijd beginnen met het noteren van achternamen, straatnamen, huisnummers, bevolkingstellingen. Dat zijn allemaal dingen die Nederlanders dan nog niet bedacht hebben. En dat is wel interessant dat wij in de 17e eeuw dus eigenlijk een van de roemrijke gebieden in de wereld waren. Normaals ook met een enorm foute kant. Geen relativering daarvan. Dus de schaduw die wij wierpen met onze VOC-schepen en trouwens ook West-Indische Compagnie-schepen is verschrikkelijk. Wat je toch ziet is dat het heel raar is dat zeg maar, als wij in de 16e, 17e eeuw zo'n belangrijk machtsplek zijn in de wereld, met veel economische bloei en relatief al proto-vormen van democratie, dat wij in de 18e eeuw helemaal wegzakken. Dat is interessant. Dat is een van de grote vragen van hoe kan het zo dat de 17e, 16e eeuw de zeven Verenigde Provinciën zo'n bloeiend landgebied zijn geweest en dat we in de 18e eeuw helemaal wegzakken en dan pas aan het eind van de 19e eeuw pas weer meekomen in moderniseringsprocessen. En dat we daar ook nog de Fransen voor nodig hebben. Maar ja, dat is toch een van de mysterieën van de geschiedenis. Sommige mensen, zoals Geert Mak, die kennen jullie wel, die heeft de hypothese dat we gewoon aan corruptie ten onder zijn gegaan. Die zegt eigenlijk, ja, die schepen en die uitbuiting van de koloniën, dat was op een gegeven moment, daar lusten gewoon de honden geen brood meer van. Hoe ondemocratisch, hoe oneerlijk, hoe zelfverrijking de boel gewoon heeft verkloot. Dus die zegt eigenlijk, we zijn echt ten onder gegaan aan gebrek aan moraal. Nou, ik las in ieder geval een artikel waarin dat met verve verdedigde. En ik dacht, nou ja, de voorbeelden waren wel vrij goed.
En je zou ook kunnen zeggen dat in grote lijnen eigenlijk vanaf de pruikentijd de boel ook flink instort met die schepen en de koloniën. Ja, dat is ook wel een soort vervalsgeschiedenis. Maar goed, daar kun je hele bibliotheken over lezen. Ik associeer nu een beetje. Het ging me er meer om, ja, geschiedenis is ook een soort zigzag. Soms ben je heel modern en je kan ook weer wegvallen. Nou, hij introduceert dan zijn schema. En dat is wel echt heel spannend. Nou, dat heb ik al net ook een beetje uit de doeken gedaan. Zei dat we toen ook die ideeën en cultuur erin hadden gesitueerd, hè, zoals in hoofdstuk 13. Dus dat zit niet in dit schema. Maar hij zegt dan bijvoorbeeld, kijk, de Verenigde Staten ontwikkelen pas later staat, 1920, maar eigenlijk pas echt na de Tweede Wereldoorlog echt boom. En nog tot op de dag van vandaag zie je scepsis over grote organisaties. Nou, daar zit dat protestants ook in, wat in Nederlanders ook zit. Weet je, een soort niet te groot. Dat is toch een beetje katholiek. Dat is toch een beetje, klein. De katholieke kerk is natuurlijk één grote kerkorganisatie, één grote bureaucratie. Dus die hebben minder van die scepsis. En je ziet dat die Amerikanen al heel snel beginnen met het idee van, we zijn los van de Engelsen, nu gaan wij het zelf bepalen. De founding fathers die zeggen, we gaan het zelf bepalen. En die rechtsstaat zit ook wel goed. Maar het probleem daarvan is, zegt hij, dus je begint bij één, the rule of law. Dus dat is de rechtsstaat. Het is ook wel mooi dat het in het Nederlands en het Duits dus één woord is. De bureaucratie en het recht. Terwijl in het Amerikaans kun je dus, Engels kun je zeggen, rule of law en bureaucracy. Hè? Dus die taal, dat zegt ook wat. Maar anyway, je begint dus bij 1 en 2. Je hebt rule of law en accountability. Dat is zijn woord, heb je vast gedurende het lezen wel ontdekt, eigenlijk voor democratie. Accountability betekent zoiets als to take account for, to account for, to what is your account, weet je wel. Dat is een soort, betekent zoiets als van je verantwoordelijkheidsmanier, of waar jij een verantwoordelijkheid voor neemt. Wat is jouw opvatting van democratie? What is your account of democracy? Dus dat is een beetje de betekenis weer van accountability. Toen ik het herlas, dacht ik wel van, ach, moeilijk doen, er had gewoon democratie opgeschreven. Maar ja, we doen het maar met zijn woord. Hij zegt dus eigenlijk, die harde pijlen, dat zijn causale relaties. Dus hij zegt van, die democratie, die doet niet zoveel. Maar die rechtsstaat maakt in ieder geval economische groei mogelijk. Nou, ik heb net uitgelegd, hè, dat het ook logisch is. Want als het duidelijk is wat mijn dijnverhoudingen zijn, kan je niet zomaar wat jatten en ook niet zomaar belasting vragen. Vervolgens, door die economische groei, ontstaat sociale mobiliteit. Dat is logisch, want als jij zelf jouw eigen bezittingen kan behouden, gaat je vader je motiveren om harder te werken. En dan ga je niet zeggen, ik geef het aan mijn vader. Want de vader kan dat niet meer zeggen in rechtsstatelijke verhoudingen. Het is van jou. Dus als jij werkt, is dat gewoon jouw eigendom. Dus jij komt ook los van je ouders, als je tenminste hard werkt en de goede kansen krijgt en neemt. En zo ontstaat dus vanuit de rechtsstaat de mogelijkheid tot economische groei, de mogelijkheid tot sociale mobilisatie. En pas dan gaan die Amerikanen, ja, let wel, honderden jaren later denken, goh, misschien een staat nodig. En ondertussen heeft hij een gebroken lijntje van democratie naar statebuilding. Dat wil zeggen, in Amerika is een soort van democratisch ethos, van dat ken je ook wel uit films. Ja, weet je wel, we doen het zelf. Dus de staat moet zich er vooral niet mee bemoeien. Het is, zelfs democraten zijn voor Nederlandse begrippen eigenlijk nog behoorlijk rechts, in de zin van staat op afstand houden. Dus Fukuyama heeft die stippellijn op die manier ingezet. Dus voor hem is een vroege democratieontwikkeling, in het geval van Amerika, een negatieve invloed op statebuilding. Bij Pruisen en de Duitsers is het eigenlijk andersom. Daar beginnen we met statebuilding en pas vanuit daar ontwikkelt zich economische groei, sociale mobiliteit en uiteindelijk de democratie. Dat is een heel belangrijk hoofdstuk. Pak even een kopje koffie en dan zal ik je uitleggen waarom. Waarom is Pruisen nou zo'n succes? Nou, ik zoek even mijn bril, maar ben ik blijkbaar ergens. Dan doe ik het maar wat impressionistischer, het tweede deel. Het eerste is, en dat haalt hij zelf ook aan, dat hij zegt, ja kijk, Duitsland was eigenlijk pas vanaf de Tweede Wereldoorlog was Duitsland echt een democratie. En dat is dus eigenlijk slecht nieuws, want ze zijn natuurlijk vernietigd in de Tweede Wereldoorlog, hè, door de geallieerden en de Russen. En die vernietiging heeft dus ook wel wat goeds gebracht, kun je zeggen. Maar wat was het dan daarvoor? Nou, hij vergelijkt het met een soort Singapore. Dat is wel interessant. Dus met een Chinese stadstaat als Hongkong.
Dan zegt hij op pagina 67: Germany, in other words, developed both a strong state and rule of law early on, well before it developed accountable government. The reason it was able to do so was that the Prussian state, that was the precursor of modern Germany, dus de Pruisen voordat Duitsland Duitsland werd. Duitsland wordt eigenlijk in 1871 Duitsland en pas echt in de Weimarrepubliek, Duitsland zoals we het nu kennen. En toen kwam dus nog die Tweede Wereldoorlog overheen, dus eigenlijk pas vanaf 1948. Maar toch, zigzaggend. Dus voordat modern Duitsland ontstond, uiteindelijk in 1948, engaged in a series of life and death military struggles with its neighbors over an extended period of time, just like the Qin state that unified China in 221 before Christ. Dus Duitsland was niet het eerste land dat een sterke bureaucratie had. Een bepaalde dynastie in China. En tot op de dag van vandaag is dat zo. Kleine anekdote. Als je in Amerika in China afstudeert, op de middelbare school of op een universiteit, en je doet dat op traditioneel Chinese manier, is dat echt heel heftig. Je wordt opgesloten in een soort van complete aanpak. Je moet allerlei teksten volledig uit je hoofd kennen. De meritocratie in China is op dat bureaucratisch niveau echt heel sterk. En als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de beheersing van pak een beet, zeg maar, met de viool Beethoven kunnen spelen, zal je veel meer Chinese muzici vinden dan Westerse. En dat zegt iets over, dus over hun vakmanschap, zeg maar, en de hoge eisen die zij stellen, maar meer op het niveau van bureaucratie. Want tegelijkertijd weten we dat je in China van alles niet kan googlen. Hè? Dus het is geen vrij democratisch land. Maar het is bureaucratisch gezien wel een land dat hele hoge eisen stelt. Nou, dat deed Duitsland toen in ieder geval ook. Tegenwoordig, toen ik in Duitsland studeerde, viel me dat al op. Het niveau dat weg was. Maar je hebt natuurlijk nog steeds goede Duitse universiteiten. War, as we saw in volume 1, creates incentives for efficient, meritocratic government that ordinary economic activity does not and therefore is one important path to state modernity. Zij zegt, juist oorlog, bij uitstek oorlog, kan een modern land maken. Dat wil zeggen een meritocratisch land. En meritocratie betekent voor hem zoiets als, en de positieve betekenis, dat een land georganiseerd is op basis van talent en ervaring. Dus geen voorkeursbeleid. Alleen talent en ervaring. Nou, waar hebben die Duitsers dat dan geleerd? Nou, Fukuyama zegt dat zit al in de 17e en de 16e eeuw ingebakken in die Duitsers. Maar de Fransen waren er veel beter in. En al het Ancien Regime kantelt, zeker onder Louis XIV ook nog zichtbaar. Die man die zei van l'état de moi. Dus dat betekent zoiets als, ik ben echt de patrimoniaal bij uitstek. Namelijk, ik de padre, de staat, dat ben ik. Ik beslis alles. Dus die Louis XIV, die had ook, nou, je bent vast wel eens op dat slot van hem geweest. En dan, zo niet, kan ik je dat nog een keer aanraden als vakantietripje. Dan zie je echt dat het hele leven ook qua architectuur vanuit zijn heerschappij georganiseerd werd. Frankrijk is een heel strikt land. Ik heb me laten vertellen dat tot op de dag van vandaag het duidelijk is op het ministerie wat leerlingen op HAVO 2 op maandagochtend om 10 uur doen. Dus er is een strikt controleregime, top-down. Frankrijk is dat meer. Nou, en die Fransen die hadden dat toen ook al. Maar, zegt Fukuyama, maar, dikke vette maar, het was ook een land waar je carrière kon maken op een manier die wij meritocratisch kunnen noemen. Dus ondanks dat het absolutistisch was, en dus helemaal niet democratisch, was het wel meritocratisch. En wat betekende dat? Dat er, ondanks dat er een behoorlijk hysterisch belang werd gehecht aan waar in de orde tot Louis XIV je precies stond, er behoorlijk wat macht was voor degene die wat konden om te stijgen op de bestuurlijke ladder. Hij haalt dan die slagzin aan, die vind je wel in meer boeken, geschiedenisboeken, carrière ouvert au talent. Dat betekende dat het leger in Frankrijk open stond voor degene die het kon. Het leger heeft een lange geschiedenis van het aantrekken van mensen uit de hogere klasse. En bijvoorbeeld een land als Engeland heeft daar ook de zure vruchten van moeten plukken. Dus toen de Eerste Wereldoorlog begon, heeft Engeland al ongeveer zijn hele elite over de klink gejaagd. Want het waren allemaal mannen van 19 die allemaal een hele grote mond hadden en een sense of class. En die wilden wel gaan vechten en prikken. En die werden gewoon omgemaaid.
Die waren namelijk niet, dat waren geen leiders, dat waren mensen van goede kom af. Die hadden het juiste bloed in de aderen stromen. Ja, die werden natuurlijk direct doodgeschoten door de Europeanen die wel wat konden. En dat is een oud probleem in legers, dat het een aantrekkingskracht heeft tot de notabelen, maar dat de notabelen er eigenlijk niet echt in kunnen functioneren. En dat zie je dus, die Fransen die hadden het al goed door. En in de slag bij Jena, een hele beroemde slag, Hegel heeft ook daar mooi over geschreven, de filosoof Hegel, die zegt, ja, toen kwam toch op een goed moment Napoleon toe veerde, dat was eigenlijk de Weltgeist zelf die rondliep in Europa. En er zijn natuurlijk allemaal mooie mythologieën over verzonnen, over hoe sterk dat Franse leger was. Maar het had iets te maken met, behalve dan dat hij een bijzonder daadkrachtig veldheerser was, maarschalk, hoe noem je zoiets, dat er ook heel veel mensen in Frankrijk in het leger zaten die gewoon wat konden. Ja? En de Duitsers die hingen nog een beetje in dat, zeg maar, Engelse model. Dus die konden de strijd niet winnen. Dus die Duitsers waren wel slim genoeg om toen conclusies te trekken. Aan het begin van de 19e eeuw. En die waren bikkelhard. Die hadden implicaties voor wat er op universiteiten gebeurde. Hoe hoge eisen er werden gesteld. En wie er het voor het zeggen had in het leger. Dus die meritocratie, die carrière ouverte au talent, die werd gegermaniseerd. En dat heeft de rest van de wereld geweten, helaas. Duitsland is een, zoals hij zelf zegt hier, op een goed moment een veranderd van een land met een leger in een army with a country. Dus het Duitse leger ontwikkelt zich in de 19e eeuw vanuit een soort inspiratie van de ondergang in 1806 in een oorlogsmachinerie. En die oorlogsmachinerie die blijft dus bestaan tot en met de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En voor de duidelijkheid, daar, het heeft ook maar weinig gescheeld, zeg maar. Zelfs de Tweede Wereldoorlog hadden ze misschien wel kunnen winnen. Dus dat is echt een hele sterke machinerie geweest. En die gaat ook samen met een soort spiritualiteit weer van krijgskunde, Calvinisme, kapitalisme, waardoor die Duitsers ook op een goed moment eigenlijk onverslaanbaar waren. Daar hoort ook een beroemde doctrine van organiseren bij. Die staat eigenlijk haaks op die van Taylor. En dat is die van Auftrag versus Bevel. En die staat ook wel weer een beetje op gespannen voet met wat Weber zegt. Dus dan kun je ook wel weer een mooie paradox in zien. Dat het Duitse leger op een goed moment zo georganiseerd was aan het eind van de 19e eeuw. Zeker als het Frankrijk bijna van de kaart veegt in 1870-71. Dat de Duitse gevechtseenheden helemaal, zeg maar, autonoom opereerden. Dus die hoorden wel van bovenaf wat er moest gebeuren, maar die interpreteerden verder zelf de situatie. Die hadden veel discretionaire ruimte, terwijl de Fransen die waren wel weliswaar gericht op het talent naar boven krijgen, maar dat bleef een centralistische oorlogsmachine, terwijl die Duitsers dus ook dat van onderop erin hadden ontwikkeld. Dat wordt geassocieerd met de krijgskunde van Von Moltke. En die is tot de dag van vandaag zeer invloedrijk in managementtheorie. En zeer het googelen waard trouwens. Maar is ook iemand die natuurlijk wel in de kwade reuk van de oorlogen staat. Hè? Dat mag ook duidelijk zijn, want de Duitsers waren dus zo goed dat ze heel wat volkeren vernietigd hebben. Waarom is het dan wel belangrijk om te bespreken? Nou, omdat die oorlogsstaat, die heeft de staat zelf heel sterk gemaakt. Dus op een goed moment komt Duitsland in de situatie, in Pruisen, komt Pruisen in de situatie dat die staat ook die krijgsmacht wel een beetje onder controle krijgt. En Duitsland gewoon een regime ontwikkelt met een goed onderwijssysteem, een goed zorgsysteem, een redelijke welvaartsstaat. Veel eerder dan Nederland een verzorgingsstaat is. Nou, dat zijn ook al die verhalen die je hoort over zelfs het naziregime, dat ze bijvoorbeeld snelwegen ontwikkelden. Ja, daar was Nederland op dat niveau nog niet mee bezig. Industriepolitiek, zoals nu de Chinezen dat alleen maar kunnen. Echt grote schaal, opschalend denken, planmatig, hard werken. Universiteiten die de ene na de andere kandidaat voor de Nobelprijs leveren. Het was echt een soort Singapore dus. Maar het was geen democratie. Oké, nou heeft hij ook een tabelletje van gemaakt. En dat is dan wel weer grappig. Dan zegt hij dus, dus is eerst een sterke staat, dat is de facto een sterke krijgsmacht. Daar ontstaat die economische groei uit. Dan ontstaat sociale mobiliteit, waardoor weer talenten uit lagere klassen, want toen in de 19e eeuw, dat lees je in het andere boek heel goed terug,
heb je gewoon de facto in Europa klasse. Dus die, alleen de bestuurslaag die gaat nu openstaan voor die andere klassen als ze getalenteerden afleveren. Nou, en dan ontstaat er uiteindelijk dus accountability. Laat. En net, maar dan omgekeerd bij Amerika. In Amerika is het zo dat de democratie dus de bureaucratie tegenzit. Hier zien we dus dat de bureaucratie juist de democratie tegenzit. En ook hier kan je dus cultuur en ideeën weer inbrengen. Ja, bijvoorbeeld de militaire cultuur die van Moltke-achtig is, die dus verschilt van de Franse. En dat is dan toch weer een extra ingrediënt waardoor dit schema zijn kracht heeft. Dus zo'n schema is ook een abstrahering van zijn gedachtegang. Maar ik vind het ook wel weer knap, dat zie je vaak bij sociale wetenschappers, dat ze een soort talent hebben voor schema's. Historici hebben dat doorgaans minder, valt me op. En hier zie je dus dat deze man, die zit een beetje op dat snijvlak van sociale wetenschappen, bestuurskunde, politicologie en geschiedswetenschap. En dan krijg je dit soort leuke combinaties. Nogmaals, en ik denk dat een historicus hier vooral heel hard om moet grinniken en denkt, nou, ja, dit is wat de grote greep is. En Fukuyama. Oké. Hoe zit het dan met Nederland en de ontwikkeling van de Nederlandse bureaucratie? Nou, ik heb al een beetje verraden dat het belangrijk is dat Nederland zeg maar, twee enorme impulsen krijgt. Hey, ik heb mijn bril gevonden. Twee belangrijke impulsen, namelijk Thorbecke en Kuiper in de professionalisering van het drievoudige plaatje van de moderne staat. Maar in de opbouw daarnaartoe even een paar dingen die je zelf hebt kunnen lezen. Dit is Willem II. Willem II geeft op een goed moment de macht van zichzelf op. En dat komt omdat er in 1848 is er onrust in Europa en een revolutionaire sfeer. En Willem is bang dat in Nederland ook een revolutie uitbreekt en is dan bereid om zich aan te passen. Dat wil zeggen toch meer macht te gaan geven aan de ministers, aan het volk uiteindelijk. Dat is dus een belangrijke democratiseringsstap die dan concreet wordt gemaakt door Thorbecke. Daar is wel wat aan vooraf gegaan. Dus Nederland was een soort provinciegebied. Nogmaals in de 18e eeuw weggezakt in de vaart der volkeren, niet meer meetellend, maar toch een provinciegebied. Dus dat wil zeggen decentraal, veel gekonkel. Nog niet modern in de zin van weten wie waar woont. Nog niet elkaar schulden aflossen. Dat gebeurt dan op initiatief van de Fransen alsnog. Dus de Fransen gaan eigenlijk zeggen, ja, stroomlijn die organisatie, stroomlijn die financiering. Dus achternaam worden geïntroduceerd, straatnaambordjes, maar ook gestroomlijnde financiering. Dat is natuurlijk iets wat ook met pijn gepaard ging, want de mensen in de Achterhoek hadden natuurlijk helemaal geen zin in die schuldenlast van de Hollanders. Wat dat betreft is er niks nieuws onder de horizon, onder de zon. Dus dat is ook iets met offers. Maar het is gewoon afgedwongen, want Nederland heeft een tijd lang onder zeg maar, de macht van de Fransen bestaan. Hè, maar ook is ook een tijd ingelijfd geweest in Frankrijk en moest dat simpelweg doen. Nou, hier heb ik het nog netjes op een rijtje gezet. Je kunt het ook in de tekst lezen. Ja, wat ik wel sappig vind in die geschiedenis is dan dat bijvoorbeeld dienstplicht wordt dan ingevoerd, is dan in de Franse tijd al, begin van de 19e eeuw, en is dan dus voor iedereen en ook aan het eind van de 19e eeuw, maar in al die tijd is er nog een mogelijkheid om je uit te kopen of je eruit te lullen als je een goede kom af hebt. En dan zie je maar weer, dat is dus in een moderne rechtsstaatopvatting helemaal niet mogelijk, maar in deze geschiedenis wel nog. Dus dat is wat dat betreft. De elite weet het weer goed voor zichzelf te regelen. Dit heb ik allemaal al genoemd. Het blijft wel, denk ik, belangrijk om je te realiseren dat Nederland dus ook in de codering, in de organisatie van arrondissementen, van wat de rechtspraak doet, heel Frans is. En dat eigenlijk de gift ook van de Fransen is geweest. En het gift ook misschien in de dubbele betekenis van het gif en het cadeau. We zijn gecentraliseerd door ze en iets is ons afgenomen, namelijk het decentrale karakter. Maar iets is ons ook gegeven, die centralisering. Nou, dat is wel mooi uitgewerkt in het boek. Nederland is maar mooi wel gemoderniseerd ten tijde van de kolonisatie. Oké, dan komt Thorbecke. Wat doet Thorbecke? Nou, het belangrijkste is natuurlijk dat hij het huis, want dat is
de werking gekregen, Wirkungsgeschichte gehad. Hè? Dus dat Huis van Thorbecke, dat is eigenlijk de organisatie van gemeente, provincie en het Rijk. En dan heb je nog allemaal dingen eromheen, hè? Bijvoorbeeld waterschappen en de Raad van State. Maar toch, dat drievoudige bestuursorganisatie die zowel functioneel is als territoriaal. Hè? Natuurlijk, provincie is territorium. En functioneel in de zin van sommige dingen worden nu eenmaal belegd bij de provincie. Dat is natuurlijk wat hij doet. Maar niet het grootste. Het grootste is tenminste in mijn interpretatie, en dan leun ik ook een beetje op Remigh Aerts. Die heeft echt een fabelachtige biografie geschreven over Thorbecke. Hoewel ik moet zeggen dat ik wel meer Kuiperiaan ben dan Thorbeckiaan. Dus als je moet kiezen, volgende vakantie, dan zou ik Kuiper lezen. Maar toch, prachtig boek. En zijn kern is volgens mij toch wel dat hij zegt, ja, weet je, Thorbecke maakt eigenlijk het Nederlandse bestuursmodel modern. In de zin dat hij zegt, de koning beslist niet meer wie er in de Eerste en de Tweede Kamer zit, wie de ministers zijn en wie de ministers controleren in de Eerste Kamer en überhaupt wat de Eerste Kamer doet. Nee, de koning die is onschendbaar, maar dat is eigenlijk een andere manier van zeggen, de koning is niet meer zo relevant. Dus de ministers die komen voortaan los van de koning te staan en de koning kan ook niet via benoeming in de Eerste Kamer bepalen wie er wat kan doen in Nederland. Dus het is echt hij zet echt een kruis door het koninkrijk. En dat kan dus omdat Willem II ook wel aanvoelt dat de tijden veranderen. En Thorbecke, de nerd uit Leiden, het is ook nog een soort nerdgeleerde. Maar prachtige vent verder, maar het is niet iemand waar je het van verwacht, zeg maar. Die schrijft dan mooi wel met andere rechtsgeleerden de grondwet zo op, dat die dan ook daadkrachtig wordt. En dat is echt heel interessant, want hij schrijft ook allerlei dingen op. Bijvoorbeeld het recht om je te groeperen en met elkaar over politiek te praten. En dat kon voor 1848, kon dat natuurlijk wel, maar dan moest je jezelf zeg maar de biljartvereniging noemen en dan als de controle van de staat kwam, dan moest je net gaan doen alsof je aan het biljarten was, terwijl je altijd gewoon over politiek. En nadat hij dat in 1848 met de grondwet mogelijk had gemaakt, samen met anderen nogmaals, toen werd dat dus opeens mogelijk. En daarmee was hij zijn tijd dus heel ver vooruit, want toen bleek dat eigenlijk heel veel mensen zich niet wilden verenigen nog. Heel veel mensen wilden geen debatclub, maar wilden nog een biljartclub. En dan zie je dus dat zo'n man toch al bedacht heeft, geniaal eigenlijk, van ja, dit hoort bij een moderne staat. En later zijn mensen zich gaan verenigen, heb je het over 20, 30 jaar later. En toen kon de staat niet meer zeggen, dat mag niet. Dus dat had Thorbecke maar voorbereid. Dus de rechtsstaat liep vooruit op de sociale mobiliteit. Dus de jongens die nog wilden gaan debatteren in 1898, die dankten dat mooi aan 48. En dat is toch, dat is natuurlijk geweldig. Dat zo iemand de geschiedenis zo mee, zo'n duw geeft. Nou, als je wil weten over zijn kwaliteiten als wetenschapper, organisator en manipulator, dan is het boek van Remigh Aerts van harte aanbevolen. We gaan nu weer terug naar het lijstje. Ja, nog steeds leven we dus in een tijd waarin je alleen indirect kiest. Dus je kiest wel als man die wat voorstelt, als vrouw niet. En als je als man niks voorstelt, kies je dus ook niet. Maar je kiest iemand die bijvoorbeeld uitkomt voor, weet ik veel, Zutphen. En dan ga je naar de Kamer en je wordt misschien minister. En dan mag je verder ook niet meer echt aan Zutphen denken. Het is dus een getrapt kiesstelsel. Je komt dus via die provincie en steden, gebieden, kom je in Den Haag. En de representativiteit doet er verder niet echt meer toe. Dus nu kies je voor een partij, hè? En die partij kiest dan mensen, of jij kiest zelf wel met een voorkeur misschien iemand in de Kamer. Dat doet partijen altijd heel moeilijk voor me, dus Omtzigt is altijd de kop ingedrukt, altijd weggeduwd door het CDA, wilde ze absoluut niks mee te maken, maar die kreeg zoveel voorkeurstemmen, vooral van Tukkers, dat op een gegeven moment konden ze hem niet meer negeren. Maar eigenlijk was helemaal niet de bedoeling dat hij in Den Haag, wat het CDA betreft. Hè? Dus die heeft zich echt met voorkeurstemmen zo naar voren, naar boven kunnen werken. En dat is dus, dan heb ik het over 25 jaar geleden. En toen het CDA de macht verloor, toen wilden ze dus ook weer hem wieberen. Maar toen al lukte het functie elders verhaal niet. En dan hebben we het dus over 20 jaar geleden. En dat functie elders, dat is enkele jaren terug. Dus die man die heeft een hele geschiedenis van worstelingen met het partijestablishment achter de kiezen. Maar dat is eigenlijk ook heel 19e eeuw. Want toen kon je eigenlijk ook niet zelf voorkeurstemmen. Dat bestond helemaal niet op die manier. Dus indirect stemde je, census stemrecht, dat is dus dat je wel iets moet voorstellen. Dus de bakker die zijn bakkerij in bezit had, stemde wel, maar zijn personeel niet.
En mannelijk, dus vrouwen ook niet. Nogmaals, dat verandert in 1919, vrij kort nadat alle mannen ook mochten gaan stemmen. Maar dat mocht wel al, laten we eerlijk zijn, in 1917. En dat is ook weer zoiets, dat verdient geen schoonheidsprijs dat het zo gegaan is in Nederland. De enige relativering is dat het eigenlijk ook niet heel veel later is dan in andere landen. Dus is vooral heel pijnlijk. Thorbecke die heeft daar ook niet aan getornd. Die zag het ook niet per se heel erg zitten dat het nog democratischer werd. Dus hij heeft vooral ook rechtsstatelijk geïnnoveerd. Ook een sappige kant van die geschiedenis vond ik zelf om te lezen, is dat dus het koloniale bestuur in Nederland, dat niet echt onder het parlement hing. Dus het koloniale bestuur, het begin van de 19e eeuw, was nog gewoon een soort van ZBO'tje. Een soort eigen onderneming en een soort echo van de VOC die ook altijd al zo'n bedenkelijke schaduwvorm had. En de koloniën worden dus eigenlijk ook pas vanaf 48 echt in Den Haag wordt daarover besloten. Ja, het is natuurlijk ook nogmaals alleen maar pijnlijk dat er toen nog over besloten moest worden en dat het nog niet afgeschaft werd. Dat zijn dan toch geen kleine wapenfeiten, hè? Dat je dat onder de macht van de overheid brengt die politiek gecontroleerd wordt, waardoor in een volgende historische fase zoiets wel afgeschaft kan worden. Nog maar even erbij gezet. Uit die tekst blijkt toch duidelijk dat het al die tijd, ook in Thorbecke's tijd, toch nog wel gaat om de notabelen. Hij is trouwens zelf wel iemand van goede kom af, maar zijn vader mislukte ook in allerlei opzichten. Dus hij heeft het wel ook voor een groot deel aan zijn eigen talenten te danken. Maar in die tijd was het dus echt afhankelijk van familie en vrienden en mensen die voor je wilden betalen. En dat begon al met aan, wil je studeren of niet? Dus die hele 19e eeuw is een elite tijd. Dus kijk, nu hebben we het ook vaak over de elite, hè? Tenminste in bepaalde politieke kringen. En ik ben er zelf eerlijk gezegd ook niet vies van om soms elite kritiek te hebben. Maar de perspectief is wel belangrijk, hè? Hoe oriënteert een elite zich en hoe neemt een elite verantwoordelijkheid voor het volk? Dat is dus, als je terugkijkt naar de 19e eeuw, dan zie je dat de grote emancipatoren, auteurs, eigenlijk nog gewoon behoorlijk elitair zijn in de negatieve betekenis van het woord. Dus die elitekritiek van tegenwoordig, dat is ook maar, daar moet je ook goed over nadenken. Verwacht je het niet, verwacht je voldoende, maar verwacht je misschien ook te veel van mensen in topposities? Mensen die het privilege hebben om te studeren aan de universiteit. Oké, aan het eind van de 19e eeuw komt dan langzaam Kuiper in beeld via de sociale kwestie. Dat is een thema dat belangrijk is voor ons, omdat je ziet dat die nachtwakkerstaat verandert in een verzorgingsstaat. En daar kun je heel uitgebreid over lezen in het hoofdstuk. Maar een van de belangrijke assen die ik hier in deze collegelijn wel uit wil halen, is dat van het nadenken over politie, leger en belastinginnen, de verschuiving uiteindelijk wordt, hoe kunnen we rechtsstatelijk professioneel georganiseerd zijn? Wat betekent dat voor de rechtspraak? Wie daarin zit? Enzovoort. En dan gaan we toch nadenken over, hoe organiseren we armenzorg in dit land en hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen naar school gaan? De sociale kwestie, met andere woorden. Nou, het belangrijkste wapenfeit uit die tijd wordt wel het kinderwetje van Houten genoemd. Hè. Dat staat ook in de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Dus dat is niet niks. Die wordt echt ieder jaar, zou ik bijna zeggen, gecensureerd op politieke correctheid. Dus als je dat overleeft, dan zegt dat wel wat. En dat is ook wel echt zo. Dus het kinderwetje van Houten is eigenlijk het verbod in Nederland op kinderarbeid, waardoor kinderen naar school kunnen. Ja, kort gezegd. Kun je meer over lezen. Het heeft ook al een rare geschiedenis voor Kuiper, want die maakte zijn entree in de politiek met een soort maiden speech. Die ken je tegenwoordig ook, want dan gaan mensen allemaal vertellen over hun persoonlijke preoccupaties. Maar toen was het nog inhoudelijk. Maar hij had een tirade tegen het kinderwetje van Houten. En dat is dus eigenlijk heel raar, als je er zo op terugkijkt. Maar dat had ook een verhaal, want Kuiper en de Christendemocraten, voor hem Groen van Prinsteren, die Groen van Prinsteren, die waren dus eigenlijk geïnteresseerd in een maatschappij gedragen door kringen, door familieleven, door kerken. En dat betekende ook dat die kringen zelf maar armoedeproblemen moesten oplossen. Terwijl veel meer de sociaaldemocraten, die zaten eigenlijk aan de, en de socialisten toen, die langzaam opkomen, die zaten meer aan de politieke kant van, nee, dat moet de staat oplossen.
Maar de christendemocraten die zagen ook wel een soort van probleem. Want de kerken, ja, zoals je dat misschien nu ook wel weet van kerken en ook van moskeeën, die draaien natuurlijk ook voor hun maatschappelijke legitimiteit. Ontlenen ze natuurlijk, behalve aan de verbinding met het heilige, ook wel daadwerkelijk met het zorgen voor mensen die niet meekomen. Dus Kuiper zag daar ook wel een probleem in die kinderwet. Anyway, het wordt wel gezien in de bestuurs- en politieke geschiedenis als een behoorlijk grote horde die genomen is van nachtwakerstaat naar verzorgingsstaat. Dat dus de staat ook gaat zeggen, hoor eens kinderen, die voed je zelf maar op, maar wel binnen bepaalde grenzen. Dat is ook weer zo'n eliteprobleem. En dat blijft ook een discussiestuk. En nu heeft iedereen het ook weer over bestaanszekerheid. En de vraag is, ja, wat is nou precies maakbaar ook? Hè? En heeft het nou zin om voor armen te gaan zorgen? Of heeft het zin om meer prikkels te geven, zodat ze zelf gaan werken en zelf de broek kunnen ophouden? Hè? Een soort eeuwig dilemma tussen de socialisten en de liberalen. Maar je ziet wel, terugkijkend naar de 19e eeuw, dat de elite zich er heel gemakkelijk van af heeft gemaakt door te zeggen dat armoede er ook gewoon bij hoort. Hè? En dat is toch achteraf gezien wel behoorlijk gênant. En toch kun je je al heel goed voorstellen dat dat ook gebeurd is, als je nu ook aan die discussie denkt. De helft van het land stemt toch, of heeft de vorige keer VVD gestemd. Dat is niet omdat ze denken dat armen arm zijn omdat ze slachtoffer zijn, maar ook omdat ze denken dat ze een schop onder de kont nodig hebben. En zo dacht men toen ook al. Het verschil is wel dat toen ook echt harde armoede bestond, die op die manier eigenlijk wel is uitgeroeid. En denk er maar eens over na voor jezelf. Oké, Kuiper. Ik zei het al, de wapenfeiten van Kuiper hier op de Vrije Universiteit, leuk om te vertellen. Hij is de oprichter van de eerste politieke partij in Nederland en dat wil wel wat zeggen. Want in de 19e eeuw was de politiek dus zo georganiseerd dat notabelen het voor het zeggen hadden en eigenlijk een soort van soort kliek waren in de wereld. En bijna als een soort professionele politiek samenwerkte. En het politieke idee van een partij is juist dat je ook vanuit een ideologische horizon mensen verzamelt. En niet omdat je capabel bent, maar omdat je capabel bent en je thuis voelt voor de achtergrond van een politiek ideaal. En die partijen, dat is heel raar, die komen in heel Europa op. Dus die horen ergens bij de parlementaire democratie. Maar die komen dus op, die horen niet bij de democratie. Ja? Dus in het oude Athene had je dat ook niet. Dus dat is wel een soort historisch interessant vraagstuk van heb je partijen nodig of niet? En tegenwoordig speelt dat denk ik ook weer, hè, met die fragmentatie en zo. Wat is nou eigenlijk een partij? En heb je nou echt een partij nodig? Wat is de rol van een politieke partij? Nou, in ieder geval, voor hem was de rol het mobiliseren van mensen, vooral van christelijk protestanten en voor een deel ook Rooms-Katholieken. En die mobilisatie die zorgde ervoor dat hij aan het begin stond van wat de verzuiling is gaan heten. En die verzuiling, dat is wel goed om even een schemaatje bij te tekenen. Kijk, dat was eigenlijk het idee dat je dus in verschillende kringen leefde en dat die kringen ook bij elkaar horen. En dat je die kringen moest voeden en dat de staat eigenlijk daar niet, wel boven staat, maar niet te veel in mocht ingrijpen. Dus als je kijkt naar die tekst van Kuiper, waar ik je een stukje van heb laten lezen, een selectie, dan hier bijvoorbeeld, dan zie je dat meteen. Ja, dus al deze kringen, dus bijvoorbeeld familie, kerk, scouting, krant, universiteit, nu grijpen met de tanden hun raderen in elkaar. En juist door dat op elkaar werken en in elkaar schuiven van deze kringen ontstaat het rijke, veelzijdige, veelvormige mensenleven. Nou, die kringen die komen samen in een cel. Dus de protestants-christelijke, de rooms-katholieke en de socialistische zijn tussen 1880 grofweg en 1969 grofweg. Het symbolische make love not war hippie tijd. Dus tussen Kuiper en Boomers heb je dus een Nederlandse maatschappij die eigenlijk drie pilaren heeft. Maar er is nog een vierde pilaar, maar die wil geen pilaar zijn. Dat zijn de liberalen. Ja, die willen het niet. Die willen gewoon een sterke staat, die willen geen eigen kringen, die willen gewoon individuen. Maar die Rooms-Katholieken en die socialisten en die protestanten willen dat wel. En die komen dan bij elkaar, zo zeg maar, dit is Den Haag.
En daar zijn het gewoon makkers die met elkaar sigaren roken en eruit komen en beleid maken. Dus een hele beroemde compromis is bijvoorbeeld dat de confessionelen, dus de Rooms-Katholieken en de Protestanten, samenwerkten met de socialisten. En de socialisten zeiden: we willen dat iedereen kan stemmen in 1917 en 1919 respectievelijk, mannen en vrouwen. Dat willen wij per se. En de confessionelen, dus de gelovigen, dat is een wisselterm voor gelovige confessionelen, die zeiden: nou, wij willen heel graag dat bijzonder onderwijs, een heel belangrijk dossier, dat evenveel betaald wordt door de staat als openbaar onderwijs. En dat was een soort uitruil. En dat maakt dus hier dus, zeg maar, bij wijze van spreken met die sigaar in de hand. Dus die elite die daar in Den Haag zit, Den Haag, die kon het eigenlijk prima met elkaar vinden. Maar de zuilen waren strikt gescheiden. Dus hier las je bijvoorbeeld de VPRO-gids. Ging je naar de scouting in Vinkeveen, niet in Hilversum. Ging je met allemaal soorten meisjes praten achter de kerk. Maar niet, zeg maar, met andersoortige meisjes bij de andere kerk. Dat is absoluut hartstikke verboden. En je ging al helemaal niet praten met de socialisten. Die hadden trouwens ook een andere krant. En die hadden ook andere plekken voor vakantie. En die waren ook allemaal helemaal niet te spreken over Vinkeveen. En die hadden dus allemaal kleine, minuscule culturele onderscheidingjes, waar op basis waarvan ze beslisten dat ze er absoluut niet bij hoorden. Moslims hebben dat tot op de dag van vandaag denk ik nog het meest van deze vier. Misschien hebben we ook wel een islamitische cel in Nederland. Een levende. Met eigen kranten en eigen groenten en groenteboeren. En dat lees je toch, lees ik zelfs in NRC, dat de bepaalde groenteboeren dan de vlag op een bepaalde manier ophangen. Dan weet je of het voor of tegen Erdogan is. Dus dat is echt, dat doet me heel erg denken aan de jaren 1880... 1969, zeg maar. Dus dat is ook typisch Nederlands wat dat betreft. Het migratievraagstuk is helemaal geïntegreerd vraagstuk. Want verzuiling is typisch Nederlands. Nou, dit is het idee van de verzuiling, waarbij dus mensen op hun eigen manier leefden, in hun eigen kringen die in elkaar draaiden, maar de overheid op afstand werd gehouden. En dat werd ook bemiddeld dus door de elite, die dus wel met elkaar sprak. Nou, en dat is nu wel een verschil, denk ik, dat dus de zeg maar de mensen, die de lokalisten, dus Forum voor Democratie en SGP en zo, die praten niet meer met D66. Dus dat is gewoon, dit is gewoon allemaal verward. Weet je wel? Yesili Göts die zegt al van: ik wil wel met de PVV, maar Rutte zei: ik wil niet eens meer praten met de PVV-cel. Als je het zo zou zeggen. Dus dat is wel interessant terugdenkend, dat het dus een gefragmenteerde wereld was. Dat is niet helemaal het goede woord. Het was een exclusieve wereld. Dus wij zijn een inclusieve wereld, iedereen doet er zogenaamd mee, maar zij zijn bewust exclusief. Bewust dus niet alleen maar trouwen in een bepaalde kerk, bewust twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Dus je mocht zelfs niet eens met een katholiek. Dat is tegenwoordig ondenkbaar, zeg maar. Hoezo? Maar goed, dus dat was die verzuiling. Maar er was wel een zekere eenheid op het niveau van de bestuurselite. Nou, in dat model, dat is Kuiper eigenlijk begonnen. En het gekke is dat Kuiper dat nooit zo bedoeld heeft. Want Kuiper die dacht natuurlijk, verblind als hij was door zijn eigen zeil, dat heel Nederland neo-Calvinistisch zou kunnen worden. Dus hij dacht, ja, iedereen kan toch gewoon zijn leven enten op de schrift. En dat is ook de taal die hij spreekt in deze tekst. En hij richt ook een universiteit op, niet zo van de moderniteit tegenwicht bieden, maar echt de moderniteit overnemen. Dat zag hij helemaal zitten. Nou, dat is niet gebeurd. Dus hij bleef een eigen zeil. Maar hij werd wel in 1901, werd hij de eerste, dat is nog een wapenfeit, minister-president van Nederland. En toen hebben ze in Den Haag ook gezegd, voorlopig even geen nieuwe minister-presidenten. Toen is het weer een soort primus inter pares figuur geworden. En tot op de dag van vandaag is een minister-president in Nederland natuurlijk niet echt een president. Hè? Dus geen Macron of Biden of zo. Hè? Dus Nederland heeft ook een dat staat mooi beschreven in deze tekst, een soort klein, ja, een soort dunne opvatting van de eerste minister op algemene zaken als een soort van eerste onder gelijken. Maar niettemin, Kuiper die dacht wel met veel bravoure, ik ga maar eens een keertje even die functie wat meer belichamen. Anyway, dus eigen partij, eigen universiteit, eigen politieke tijd van 1901 tot 1905, met wisselend succes. Hij moest ook allerlei problemen oplossen die vooraf gingen aan zijn wereld. Hij moest compromissen sluiten, dus het was geen enorm succes, zijn minister-presidentschap. En zijn maatschappelijke invloed was eigenlijk des te groter. En het interessante is nu dat hij dus wel dit model eigenlijk de wereld inslingert. Dit bestuursmodel. Het is vrij uniek Nederlands, het lijkt een beetje op de Zwitserse organisatie. Maar dit zal ook enorme invloed hebben op hoe bestuur in Nederland georganiseerd is. Omdat die ideologische zuilen, die gaan dus dwars door
kranten, tv-gidsen, tv-kanalen, radiokanalen, universiteiten heen. En daar moest je ook rekening mee houden als bestuurder. Nou, dat is dan op een gegeven moment natuurlijk wel, gaat wel een kruis doorheen vanaf 1969. En dat komt vooral door de secularisatie, maar ook omdat de socialisten bijvoorbeeld eigenlijk verdwenen. Nou, wie is er nou nog socialist? Ja, PvdA, oké, maar echt, zeg maar, dat is ook een soort socialisme light. Dus de socialisten die verkruimelden, de christelijke partijen die verkruimelen, die verzuilen, die verkruimelen. Het überhaupt het idee van gezag verkruimelt, dus Nederland verliest die zuilen ook. Nou, wat er dan gebeurt, daar gaan we het volgende college over hebben. Maar voor nu is dat dus belangrijk om te weten voor de erfenis van Kuiper. Die man is nog in een bijzondere zin van invloed geweest in het bestuur. Namelijk, hij was een schrijver in een krant, de Standaard. En die krant die schreef hij helemaal vol. Hij was eigenlijk de eerste, of een van de eerste politici die dagelijks commentaar gaf in zijn zogenaamde drie starren. En dat was eigenlijk ook een corrupte bende, want hij was de minister-president en dan ging hij in de krant anoniem, zeg maar, commentaar geven op zichzelf. En dat is wel een soort constante die je zal terugvinden in veel biografieën. Ook Thorbecke, die bezondigde zich er wel aan dat als hij iets belangrijks had gedaan, dan belde hij even journalisten op en die gingen dat dan voor hem even in een goed daglicht zetten. En als je teruggaat in de geschiedenis van politici en ook bestuurders, dan zie je dat de relatie met de media bestaat. Ja? Dus er wordt wel eens gezegd van de media heeft een soort van, er moet toch kritisch vragen. Rob Wijnberg zegt dan niet cynisch, wel kritisch. En Rob Wijnberg, de oprichter van de Correspondent. Maar eigenlijk, zeker als je nou kijkt naar bijvoorbeeld het dossier van duurzaamheid of het dossier van corona, je ziet dat het echt heel dicht op elkaar zit. Dus het is heel moeilijk om strak onderscheid. Het gaat vaak om vriendjes, om mensen met hetzelfde wereldbeeld. En het is een stuk professioneler dan in de tijd van Kuiper, laat ik het zo zeggen. Want Kuiper die had dus een krant, de Standaard. En daarin verkondigde hij gewoon zijn wereldbeeld. En dat ging eigenlijk dat ging vrij goed. Dat ging erin als zoete koek in zijn zeil. En dat had wel ook achteraf gezien, kun je wel zeggen van, dat was gewoon propaganda. En propaganda is natuurlijk media, net als dat het in wetenschap zo speelt. Als je media gebruikt en eigenlijk een machtsbelang verhult, ja, dan doe je aan propaganda. Als je wetenschap gebruikt en eigenlijk een machtsbelang verhult, dan doe je aan ideologie. Hè, of aan wisselterm voor propaganda. Die Kuiper, dat is wel een man van grote invloed geweest op één belangrijk punt, namelijk dat Thorbecke, die emancipeert dus eigenlijk, die maakt het mogelijk voor de Nederlandse staat om modern, emancipatoir en economisch succesvoller te worden. Dat maakt hij mogelijk. Hij, die rechtsstatelijke scripting van de overheid eigenlijk. Dus hij is een rechtsstatelijk innovator, maar Kuiper is een sociaal innovator. Hij roept mensen bij elkaar, hij brengt mensen in partijen, hij laat mensen de krant lezen. Hij is een charismatische figuur geweest om met Weber te spreken. En sinds hem zijn ook allerlei zeg maar, ingrediënten in politiek erbij gekomen. Dus bijvoorbeeld het grote verhaal, niet alleen maar de bureaucratie, maar ook het geboeid mensen meeslepen met de politiek. Hij is in die zin ook wel een democratiserende kracht geweest. En natuurlijk ook vooral van de christenen. Dus hij is degene die het liberale tijdperk echt beëindigd heeft. En heeft ingezet op een wereld die niet per se vrolijk wordt van marktwerking, van emancipatie, van liberalisme. Maar die vrolijker wordt van, rijtjeshuizen waar je met je familie kan wonen. Zonder dat je carrière hoeft te maken. Dus hij geldt als wat conservatiever. En dat is toch wel een behoorlijke klap geweest in de Nederlandse ontwikkelingsgeschiedenis. En ik denk ook wel ten goede, eigenlijk. Maar een decentraliserende kracht, dat is belangrijk. Dus een decentraliserende kracht. Want hij zegt, het gaat om de gemeenschap, het gaat niet om individuen die allemaal hun eigen behoeftes bevredigen. Juist niet. Hij zet een kanttekening bij dat wereldbeeld. Dus de 19e eeuw is liberaal en wordt dan christelijk-democratisch, zeg maar. En wordt nooit socialistisch. Sommige mensen zeggen dat Kuiper zo sociaal was dat de socialisten wind uit de zeilen werd gehaald. Maar dan op een goed moment na de Tweede Wereldoorlog krijg je met Drees. Nou, dat is dan eigenlijk nog heel katholiek. Maar toch komt dan langzaam die sociaaldemocratie in beeld. En
Dat duurt dan zeg maar tot den L. En dan krijg je uiteindelijk toch weer de bezuinigingsagenda in de jaren 70, 80, nieuw public management. En dat is dan toch weer liberaal te noemen. En de christelijke veren of de sociale veren zijn dan weer afgeschud, zoals Kok zou zeggen aan het eind van de 20e eeuw. Oké, wat staat er nog meer in dat boek? Aan details heel veel, op hoofdlijnen. Door urbanisatie, industrialisatie en demografie, dus mensen gaan in steden wonen, mensen worden rijker, hebben meer werk en mensen vermenigvuldigen zich. Nou, dat komt vooral ook weer door die, door dat meer conservatieve enthousiasme. Is er een grote staat nodig? Dus de staat groeit gewoon mee met de mensen. Ja, die kwadrateert. Dus die staat wordt groter en groter en groter. Er komen meer en meer ambtenaren die meer en meer taken gaan krijgen en elkaar toebedelen. En er is een maakbaarheidsgeloof. Er zijn problemen die erop wijzen dat dingen lokaal niet goed kunnen worden opgelost. De koning wordt steeds symbolischer, maar de overheid wordt steeds werkelijker. Nou, waar zitten we dan nu ongeveer? We hebben een sterke internationale bestuursschil. En dat is wel interessant, want dat is dus iets wat op gespannen voet staat met Fukuyama's schema. Want die bureaucratische schil, internationaal gesproken, die staat natuurlijk in Europa. Daar kun je niet voor kiezen. Die is niet onderhevig aan democratische controle, althans directe. Dat is allemaal getrapt, weet je wel. Nou, toevallig zat Frans Timmermans er, want anders hadden we ook waarschijnlijk helemaal niet veel geweten van die post van duurzaamheid die hij had. En die nu in de handen is gevallen van Wopke Hoekstra, over elite-netwerken gesproken. Dus die afstand van die Europese bestuurlijke schil, dat is nu echt een politiek thema. En dat is eigenlijk al een politiek thema dat speelt vanaf 48. Hè? Dus als de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt opgericht, voorganger van de Europese Unie, dan is dat eigenlijk een bestuurlijke innovatie van economieorganisatie. Dus een kolen en staal zijn eigenlijk de ingrediënten voor oorlogsvoering. En die zijn sowieso belangrijk, ook in een industriële economie, minder in een kenniseconomie. Maar goed, die industriële economie is een laag die nog steeds bestaat. En Europa beslist dan, als we daar prijsafspraken op gaan maken, dan komen we hier in een soort van level playing field, waarin Frankrijk en Duitsland zich koest houden. En zo zie je dat dus de industrie-economie als middel gebruikt wordt om vrede te garanderen. Dat is het verhaal van de EU eigenlijk. Economie gebruiken als middel om niet de wapens te pakken met elkaar. Nou, dat is ook logisch. Als je namelijk zakelijk met elkaar in afhankelijkheidsrelaties zit, dan ga je niet lopen steken, want dan denk je, dan kan ik niet meer eten. Dus er zit wel een soort logica achter. Dat is inmiddels uitgegroeid tot de EU. En dat is wel ook weer geschaald op een manier die wat wij dan nu in Nederland de ZBO's noemen. Zelfstandige bestuursorganisaties, bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank of de spin-offs daarvan die zich bezighouden met duurzaamheid, bepaalde wetenschapsinstituten, die eigenlijk op hele grote afstand van ministeriële verantwoordelijkheid, van ministeriële controle, zelf autonoom het geldstelsel inrichten of wetenschappelijk onderzoek inrichten. En dus eigenlijk zeg maar in het driepakket van Fukuyama gewoon steeds meer zo op hierheen zijn gegaan. Dus die ZBO's die staan eigenlijk heel ver van die andere twee af. Dus bijvoorbeeld ook rechtsstatelijk gesproken is het maar de vraag of de ECB functioneert. Kijk, het inflatieregime voor Italië is niet in het voordeel van Nederlanders. Wel in het voordeel van de euro. Maar Nederlanders bijvoorbeeld, ja, wij hebben vrij veel spaargeld. En Italianen hebben juist omgekeerd, hebben vrij veel schuld. Dus wij hebben een andere inflatiebehoefte. Ja, en bovendien, als je het hebt over pensioenen en bezit, dan heb je het gewoon over dingen die rechtsstatelijk verkaveld zijn. Je hebt gewoon beloftes gedaan aan burgers dat er bepaalde pensioenen worden uitgekeerd. Ja, die beloftes worden niet waargemaakt door het ECB-regime. Dus je ziet dat een overheidsinstituut echt op gespannen voet is komen te staan met de rechtsstaat en de democratie. Als je een oproep zou doen aan mensen van wat vinden jullie van de ECB, dan denk ik ook dat zeker oudere mensen, en we zitten in een vergrijzde wereld, er zijn heel veel 50-plussers, dat is jullie vast ook opgevallen, die zullen ook heus wel zeggen dat ze dat ECB-regime problematisch vinden. Ja, dus ook democratisch, ja, het is dus maar de vraag hoe de toekomst van die ZBO's op Europees niveau eruit ziet, als je denkt vanuit Fukuyama. Want hij zegt dus eigenlijk moet je een synthese hebben. En die synthese die kan je misschien op een bepaald niveau maken, maar als je te veel centraliseert, dan komt er misschien te veel lucht in.
zijn politieke meningen over. Hè? Dus misschien zeg je van, dit is Fukuyama's schema, ik zie het anders. Dat is je goed recht. De overheid is van wieg tot graf gaan zorgen en heeft eigenlijk die taak van de kerken overgenomen, maar op een moeilijke manier. Ja, dus de kerken zaten vroeger natuurlijk met menselijke maat, zoals we dat tegenwoordig noemen, echt dichter op de huid van mensen. En de overheden kunnen dat niet helemaal waarmaken, maar dat is toch wel de grand scheme of things. We hadden een overheid die deed bepaalde dingen en we werken toe naar een ideaalbeeld van een overheid die eigenlijk, nou ja, als je geboren bent, meld je je zoontje of je dochter aan. Dan heb je een hele heisa, kan ik jullie als vader van een baby van alles over vertellen. Mensen die allemaal dingen komen doen en controleren en checken en helpen. En ik ken toevallig ook mensen die liggen in een echtscheiding. En dat verbaasde me weer hoe prachtig bureaucratisch Nederland is. Ik had daar een soort cynisch Netflix beeld over. Nou, berg je maar jongens, je gaat scheiden. Je bent gewoon echt helemaal de sigaar. Ze pak je van alle kanten, je wordt gebeld, je moet allemaal dingen organiseren. Het is echt reden om niet te scheiden gewoon. Dus het is echt tot en met therapie helemaal dichtgetimmerd. Kinderen zijn echt goed beschermd. De vaders zijn trouwens volgens mij, maar goed, kan ook mijn eenzijdige blik zijn door de anekdotes van de man in dit verhaal. Maar de vaders lijken ook bepaald niet geprivilegeerd te zijn in deze verhoudingen. En de vrouwen nog een beetje bevooroordeeld. Maar goed, dus ook weer een politieke discussie. Waarom ik het zeg? Attentie, attentie. Dit gebouw sluit over 15 minuten. Tenzij je in het bezit bent van een geldige toegangspas. Ja. Dank u wel. Dus van wieg tot graf. Your attention, please. This building will close in 15 minutes. You are kindly requested to leave the building unless you hold a valid access card. Thank you. Attentie, attentie. Dit gebouw sluit over 15 minuten. U wordt vriendelijk verzocht dit gebouw te verlaten, tenzij u in het bezit bent van een geldige toegangspas. Dank u wel. Oké, we hebben nog 15 minuten. This building will close in 15 minutes. You are kindly requested to leave the building unless you hold a valid access card. Thank you. Nog 2 minuten. Er zijn nog een aantal andere ontwikkelingen. De belangrijkste is wel die ZBO's, dus lees dat ook in de tekst goed terug. Er zijn ook andere die je misschien niet in beeld hebt, bijvoorbeeld de PBO's. Dat zijn een soort schappen, samenwerkingsverbanden die eigenlijk opkomen in de economie. En die maken dat overheidsorganisaties zich eigenlijk zeg maar, ver buiten hun oude Weberiaanse register begeven en een soort van dicht op de huid van de economie zitten. Maar die PBO's die zijn helemaal niet zo succesvol als de ZBO's. En ook, denk ik, veel minder problematisch. Maar daar moet je zelf maar eens over nadenken. Als we het hebben over de scheiding tussen staat en economie, dan komt dat op. Van wieg tot graf, daar hebben we genoeg voorbeelden over gehad. Bijvoorbeeld dus een echtscheiding. Dat is echt iets wat de staat ook reguleert en ook dicht reguleert. En dat is wel modern, nieuw, anders dan in veel andere moderne landen, waar dat dus niet zo is. Tegelijkertijd zie je dat die bureaucratisering gek genoeg gedebureaucratiseerd is. Bijvoorbeeld bij de politie haalt hij mooie anekdote aan. Dat vond ik wel een beetje historisch al, maar toch. Je ziet inderdaad dat vanaf 2000 ongeveer de politie veel meer menselijkheid wil tonen. Dienstbaarheid, je had ook zomaar agent kunnen zijn geweest enzovoort. En die trend is volgens mij ook wel weer een beetje gekeerd. Maar het is wel een brede ontwikkeling die hoort bij dat nieuw public governance. Dat we eigenlijk zeggen van ja, maar de overheid is ook gewoon een burger. Of de overheid doet ook mee en de overheidsbeambte is zelf ook burger en begrijpt jouw pijn. En we werken ook met ervaringsdeskundigen enzovoort. Dus die lijn is natuurlijk duidelijk ingezet. En ik denk bij de politie misschien zeg maar soms geslaagd, soms minder geslaagd. Als je kijkt hoe bijvoorbeeld bepaalde demonstraties wordt ingegrepen door politieagenten, dan denk je ook, man, wat bezielt je dat je hier nou die waterspuit op zet? Dus dan zou ik zeggen, ja, nog steeds heel bureaucratisch, van de bos zegt dat de waterspuit nu open moet worden gezet en ik doe het. Maar in andere aspecten, als je toch die agenten ziet rijden over straat en zo, dan denk je toch niet van, nou, die durf ik niet aan te spreken. Integendeel, dus die bureaucratie is vermenselijkt. Ja? En tegelijkertijd speelt dus die kritiek van die menselijke maat ook. Dus dat is paradox. We zijn heel erg vermenselijk, maar mensen ervaren het alsof het nog niet genoeg is. Wat ook belangrijk is het diversiteitsthema. Nou, politiek zeer gevoelig.
Ook wat betreft de stof die ik heb opgegeven voor dit college. Ja, zitten er wel genoeg vrouwen in? Hè? Komen ze niet veel te vaak uit de christelijke hoek? Ben je niet ontzettend biased, Jelle? Dat zijn vragen rond representativiteit die ook niet nieuw zijn. In het boek zijn voorbeelden uit de jaren 70 te noemen. Teruggaan tot de 19e eeuw zou je kunnen zeggen dat de katholieken onderdrukt zijn en niet door konden dringen tot bestuurlijke functies. Het is in ieder geval iets waar we nu in termen van voorkeursbeleid enorm over spreken. Dus voorkeursbeleid is een chique eufemistische term voor positieve discriminatie. Het betekent zoiets als, we hebben 5 functies en 1 iemand moet ingevuld worden door een Nederlandse Marokkaan. En dat is dus een nieuw thema waar we nu op aan het zoeken zijn, denk ik, als bestuur. En dat is een mooi scriptiethema. Van hoe kun je nou op een manier, zeg maar, voorkeursbeleid organiseren dat het meritocratisch blijft. Dus ik zal 1 voorbeeld geven. Stel, je hebt 5 functies vrij. Ja, en je merkt van, nou, het zou toch goed zijn dat het een vrouw wordt. Want we hebben al 4 mannen. Dus 5 zou wel leuk zijn als we uiteindelijk een vrouw hebben. En dan toch solliciteren de vrouwen en mannen en je ziet dat eigenlijk die mannen betere cv's hebben. Een klassieke, inmiddels klassieke bureaucratische oplossing is dan dat je zegt, nou, we stellen minimum eisen aan deze functies. En ook al zijn die cv's nog zo mooi, we willen eigenlijk een vrouw, dus als zij aan die eisen voldoet, dan kan zij het worden. Dus dan ga je af van het model van de beste, je zegt ik wil minimum eisen. En vanaf de minimum eisen gaan dingen meetellen als, is het misschien iemand met een mbo-achtergrond? Is het misschien iemand met een zwarte huidskleur? Is het misschien iemand die vrouw is of zich als vrouw identificeert? Is het misschien iemand die met LHBT-protesten meeloopt? En dan kun je dus zeggen dat je zo iemand bevoorrecht. Dat is dan nog in lijn met meritocratie. Want je zegt wel, in de basis is alles aanwezig. Alleen, het is misschien niet iemand met superveel buitenlandervaring en 2 studies. Nee, maar wel 1 studie en wel genoeg ervaring. Ja, dus dat is een manier waarop over diversiteit, as we speak, wordt nagedacht in het Nederlands openbaar bestuur. Kun je van alles van vinden. Ik denk wel dat het op een bepaalde manier een compromis is waar alle partijen nog wel van kunnen zeggen, nou, hè, we hebben nog meritocratie en we hebben ook diversiteitsbeleid, dus wat is hier nou precies op tegen? Er zijn landen waar het echt al heel anders is. Kun je een beeld van maken. Nogmaals, mooi scriptiethema. En tot slot, ja, wat je ook ziet is ontwikkeling van breed opgeleid personeel. Dus het juristenmonopolie is losgelaten. En we hebben in Nederland inmiddels meer bestuurskundigen volgens mij dan juristen werken bij de overheid. Dus nou, dat geeft wat te denken. Ook in de politiek zie je heel veel bestuurskundigen. Ook mensen die economie hebben gestudeerd. En dat is dus echt wel wat anders dan het eind van de 19e eeuw. Oké, dat zijn zo wat ontwikkelingen. Die nou willekeurig klinken, maar uitvoerig zijn beschreven in het boek 1000 jaar openbaar bestuur in Nederland. Ik zou zeggen, lees het, geniet ervan. Dit is de geschiedenis van je eigen vakgebied. Ik dank jullie voor jullie aandacht en ik zie jullie volgende keer.